Wie loopt te zeiken? Goedemiddag, dames. Nou, vind ik niet aardig. Wie loopt te zeiken? Wat? Wie loopt te zeiken? Jij. Oh, hoi. Hoi. Feffie. Hoe is het, jongen? Goed. Met jou? Goed. Oké. Leuk dat we vandaag twee YouTubers hebben. Ja, en dat ik de baan niet heb laten staan. Ja, maar en welke baan? Ik heb hem al drie weken niet geschoren. Lucas Graaf NL? Ik heb hem al drie weken niet geschoren. Moeten we je ook de hele tijd zo noemen? Lucas Graaf. Je mag hem gewoon Rob noemen. Oh, we mogen hem gewoon Rob noemen. En maakt niet uit. En FC Roelie, voor mij de enige gast die in elk programma de gast is geweest bij ons. EK Daily, Jupiler League, FC Buitenland. Nee, alleen de zondag avond nog niet. Maar nee, dat doen maandag ook iets. Toen jij me uitnodigde maandag? Voor... Alles mag op maandag ook nog niet, toch? Nee. Toen jij me uitnodigde voor dit... Weet je wie daar de eindredacteur van is? Lars? Ja, ongeveer hetzelfde wat ik kan. Hey, maar toen jij me hiervoor uitnodigde, wist ik niet dat dit een programma was. Ik hoorde vrijdagmiddag... Ja, dan gaan we zuipen. Dus ik is ook helemaal geen gaan we gewoon een beetje zuipen of zo. Wat gaan we doen? Ik wist dat helemaal niet. Het is ook wie heeft je verteld dat het een programma is? Dat we live zijn. Oh, zijn we al live? Nou, dat willen wel mensen weten waarom jij niet aan het bier zit. Echt? Ja. Ja, kijk, ik ben met de auto. Rob, je bent toch een Brabander, man? Ik kan er eigenlijk wel eentje. Ik weet niet eentje? Wie ik moet zijn. Ja, ik moet met de auto. Misschien kijk mijn vader wel, weet je wel. Dus dan moet ik nog doen alsof ik niet drink en drive. Ja, dat moet ik niet doen, trouwens. Over Brabo's gesproken, er zit er ook nog één achter je. Dag, Ton. Heb je ook een microfoon of niet? Zeker. Ton is Willem II-fan. Dat is al heel knap. Maar, doe je bewust dit. Maar, was er niet bij. Was je niet bij? Nee, ik zat in Disneyland afgelopen. Ja, de mensen die in het Koning Willem II, hoe noem je dat? Stadion zaten, die zaten ook een soort in een Disneyland. Eén wedstrijd gemist. Waarom ga je nou wat anders? Uitgerekend deze wedstrijd. Krijg je dit? Maar komt het? Nee, hij staat voor mij wel gewoon aan, hoor. Maar komt het helemaal goed met jullie? Nee, hij staat nu niet meer. Hij stond aan. Ik heb het uitgelegd, maar blijkbaar net niet helemaal goed. En nu doet hij het toch? Ja, nu ga je helemaal lekker. Maar komt het goed met jullie? Jawel, het komt wel goed. Ja? We hebben ze geholpen, hoor. Het is gewoon een vriendendienst. Ja? Brabant onder elkaar. Dankjewel. Ik heb die groes. En Jan. Ja, hoi. Mag Gio nog blijven? Ja, joh. Laten we hem nou ook maar afmaken. Hem? Nee, laat het hem nou ook maar afmaken. Okay. We krijgen vandaag ook meteen hele andere verzoeken in de chat. Of Rob en Raoul de naam Michael Mooier willen uitspreken. Nou, jij hebt het nu al gedaan, dat vind ik meer waard. Een Duitser. Michael Mooier. Kijk, nu is hij al heel blij. Nu jij nog. Dit clipje, hè? Dit gaat een clipje. Nee, ja, okay. Wie is het? Ja, nou, wilt u nee, dat is een vraag aan jou. Dat was aan jou. Ja, wat denk je? Oké. Heel goed. Frank Wormoed. Eerste wat er dan door je hoofd gaat. Worm 4. Wat? Frank Wormoed. Het eerste wat er door me heen gaat? Als ik die naam tegen zeg. Ja, sorry hoor, geen idee. Sorry, oké. Okay. Wat is jouw eerste? Ja, ik dacht aan Worm 4, dat zal wel een voetballer zijn, maar dat is geen voetballer. Zie ik ook iemand Jan, in de chat? Of niet? Frank Wormoed, eerste woord. Duitser? Ik heb maar één woord, dan wordt het lastig. Robbie, maar is de nieuwe trainer van Heracles volgend seizoen. Oh, kijk. Ja, maar dat zijn meerdere woorden. Oh. Tot aan alle stukjes gisteren wisten een heleboel mensen in Nederland niet wie Frank Wormoed was. Behalve Michiel de Hoog, toch? Die had hem geïnterviewd vorig jaar. Dat wel, ja, klopt. Dus de vaste lezers. Alle correspondent lezers. Ja. Maar hij is helemaal Duits aan het leren, of Nederlands aan het leren ook. Juist. Dingen en alles. En hij was tot voor kort, gaf hij les op trainerscholen in Duitsland. Ja, gewoon de opleiding van de DFB. Heb jij je huiswerk gedaan, Roel? Ja, jezus. Ja, kijk, als het niet over de Eredivisie gaat, weet ik er wel wat van af. En hij ook bondscoach voor Duitsland onder... 20 volgens mij. Ja. Dus, okay. Michael Mooier was bij Rob op vakantie. Echt? Ja. Gezellig, maat. Maar? Turkish Gamer zegt, kijk mijn stream. Nou ja, aangezien hij een goede handle heeft. Jongens, allemaal een Turkish Gamer op ja, ben jij dit? Het is gewoon mijn voetbalmanager Twitch. Welkom bij mijn PES live stream. PES my club. Jullie zijn heel erg FIFA, maar spelen ook voetbalmanager? Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ja? Ik heb het wel ooit gedaan, maar nu niet meer. Ja, Fef is vandaag weer begonnen met Deportivo La Coruña. Ja, maar ik vind het is veel te verslavend. Ik moet niet doen, kost zoveel tijd. Echt mega verslavend. Want dan opeens is het 5 uur 's nachts. En dan denk je, fuck, ik ging 5 uur geleden naar bed. Ja. Maar ik zit er nog steeds. Nee, dat is een groot probleem van dat spel. Is dat ook op mobiel of iets? Nee. Ja, je hebt een hele light versie voor. Ja, dat denk ik van, als je zoiets gewoon goed op mobiel, dan is het echt verslavend. Kan niet, dat is zo uitgebreid. Ja, ik denk als je het niet kent en begint... Ik ken het wel, ik heb het nooit gedaan, maar ik ken het wel en ik heb wel veel beelden van gezien. Zoveel in. Ik volg van mensen die dan met Inter helemaal... Oh ja, dat boeit hem dan wel. Nee. Ja, of gewoon kleine clubjes. Ik vind het wel lachen, dat je ook, heb je ook hoofdklasse gewoon toch nog? Nee. Is het Jupiler en dan... We moeten wel prof zijn, maar je kan wel vroeger kon je dat in ieder geval wel, kon je zelf, weet je, editen. Maak jij zelf in het spel? Nee, ik zat vroeger in het spel bij Noordwijk.
Maar dat is helaas is eruit. Wat vinden we van Per Schuurs? Gewoon iemand die dat heel graag wil weten. Jordi Koenen, goedemiddag. Fortuna zit ook naar Ajax, toch? Ja. Nog niet. Ja, of wel zo, als captain toch, om met 19 of 20 jaar of zo daarbij. Ja, en hij scoort momenteel veel, maar wel... Nee, 17 werd hij toen hij captain werd. Van, ja. Ik kan me niet herinneren dat iemand zeg maar, een aanstaande transfer had gemaakt en die al zoveel in beeld is bij de club. Hij zit elke keer op de tribune bij Ajax, veel in beeld en dat soort dingen. Maar gaat hij daar basis pakken? Of, meningen zijn verdeeld. Nee, centrale verdediger. Centrale verdediger. Ja, misschien als de licht weggaat, je weet het niet. Maar ik denk niet dat het licht weggaat, toch? Nee, ik weet het niet. Nou, wat grappig, we hadden bij afgelopen maandag hadden we Kik Piri te gast van Heerenveen. Zit ook net zoals Per Schuurs in Nederland zelf onder 19. En toen ging het over discussie als je kwalificeert voor het EK, komende jeugd-EK. Dat zit midden in de voorbereiding, doen clubs altijd moeilijk over. Mag je wel mee, mag je niet mee, hè, wat spelen. En hij zei ook Per Schuurs, als je nieuw bent bij een club, Matthijs de Ligt die misschien weggaat, misschien ruikt hij zijn kansen, ja dan... Is het eigenlijk ook heel raar om een jeugd-EK te gaan spelen? Gaat hij dat doen? Of is dat nee, dat zei Kik. Dat het natuurlijk voor hem heel moeilijk wordt gemaakt als je nieuw naar een club toe gaat. Gek dat dat trouwens midden in het seizoen is. Ja, zijn ze nu wel mee bezig om het te veranderen. Om dat op een andere datum te doen. Want ja, wat je nu krijgt is dat, zeker bij Nederland, heel vaak clubs zeggen, ja, we willen gewoon dat je de voorbereiding bij doet. Maar Nederland is ook een van de weinige landen waarin de spelers van dat EK waarschijnlijk ook echt regelmatig spelen. Ja. Kijk, als je naar Engeland gaat, ja, die spelen misschien ergens uitgeleend bij de... Bij de League of zo. Bij de League 2, League 1. En wat hadden wij het over, toch? Met Spanje en dat soort dingen. Dat al die ploegen, al die landen komen gewoon met hun sterkste ploegen. Maar die spelers spelen ook niet. Nee, daarom. In de basis. Spelen je nog in eerste helft dan? Nee. Dat is eigenlijk ook logisch als je onder 19 bent. Maar Nederland Joris van Overheem, die zou eigenlijk in jeugd-EK spelen met Tom Haaien. En toen heeft Verbeek gezegd, als je gaat, nou, dan weet je ongeveer wel wat je kansen zijn bij AZ. Ja, precies. Maar, dat vind ik wel weer bizar. Ik heb het bij PSV dan meegegeven met Gudmundsson toen. Afgelopen winter. Die ging met IJsland op trainingskamp voor het echte WK, voorbereiding. Ja. Toen heeft Cocu gewoon gezegd, pak je kans, maar je hoeft niet met ons mee. Ga daar maar mee. Ja. Dat is een beetje hetzelfde. Was wel aan de winterstop. Ja, maar het gaat natuurlijk goed totdat je basis bent. Maar dat scheelt ook vergenen. Dan had Cocu ook zo'n begrip voor gedaan. Nu had hij zoiets, want er zijn natuurlijk wel PSV-sporters die denken van, nou, mag af en toe wel een talent in. Ja. Als hij hem dan wegstuurt naar IJsland, heeft hij ook weer iets legitiems om te zeggen van, ja, kunnen hem niet inzetten. Waarom ben je altijd zo negatief over Cocu? Nee, helemaal niet. Maar ik geef de andere kant ervan. De andere kant ervan? Ja, want je hebt zeg maar de positieve kant dat je zegt, nou, Cocu is zo vriendelijk, die laat hem gaan. Ja. Aan de andere kant lost het ook wel weer een probleem om hem te wegsturen. Ja, dat lijkt me ook. Maar hij deed het ook nog goed. Toen maakte hij de eerste wedstrijd gelijk een hat-trick, volgens mij, voor IJsland. Die bij Roda of niet? Nee, dat is, ja, dat is die andere. Dat nee, dat is Gustafsson. Gustafsson, die zweet. Dat is die van Feyenoord. Bekendmaking van het shirt. Die spelen met Erea. Wie? Wat? Erea, als merk. Als je amateurclub dat doet, dan ga je naar een ander. Eerlijk. Ja, dat wou ik net zeggen. Ligt dat aan mij of... Een beetje armoedige keuze van de IJslanders. Welke club doet dat? IJsland, dat land gewoon. Binnenkort Masita gewoon. Ja, ik ben benieuwd of iemand op het EK, op het WK dat durft te rocken, Masita. Wat hebben we nog meer? We hebben Denemarken met Hummel, toch? Ja, maar Hummel vind ik nogal dik. En dat moet ook wel, toch? Dat is vrij Deense... Ja. Kappa, man. Beltona. Kappa, ja. Kappa. De Roma-shirts van Kappa. Mooier worden ze niet meer. Ja, toch? Kappa. Even serieus, jongens, trouwens. Hoe kan het dat Ahmed Moussa nog steeds in de Europa League speelt? Die kon het op een VVV helemaal niks van. Nou, ik zat gisteren niet te kijken. Ja, Lyon speelde ook een partijtje slecht, hoor. Ja. Het was echt drama. Ik heb een stukje Dortmund gezien. Nou, ja, was niet veel beter. Ja, maar daarna speelde Salzburg ook gewoon goed. Ik zat even te kijken hoe lang we het vol konden houden om het niet over de zesde man te hebben bij Arsenal tegen Milan. Ah, Blom, geweldig. Fantastisch. Of was niet Arsenal meer. Oh, dat was niet. Oh, nee. Blom was ook zesde man. Die kunnen hem goed. Dat had hij goed gezien. Rob, heb je gesprekken mee zelf? Ja, ik dacht ook, godverdomme, Blom. Een hele andere wedstrijd. Dat was Champions League. Arsenal mag gewoon niks zeggen. Kijken waar hij mee aankomt. Weet je wie recent een scheetje heeft gelaten tegen Blom aan? Ik had stiekem een scheetje gelaten toen hij voorbij liep. Okay. Ik ben geen blond fan. Heel goed, maar laten we even gaan, want dat is toch het bizarre. Ja, jij hebt het gezien. Of heb je het gezien? Ja. Jij hebt ook wel gezien. Ik niet. De penalty van... van de 1-1, voor waar de 1-1 uitkwam. Ja, er wordt een fantastische goal. Cianologu, die maakte 0-1 voor Milan. En Milan ook beter, hè, die wedstrijd. Thuis 2-0 verloren, echt een hele leuke wedstrijd. Sander Jongman in het uitvak, die helemaal uit zijn pan gaat. En... er wordt een steekbal gegeven. En Welbeck draait er voorlangs. En eigenlijk... Rodriguez die... Ja, maar die doet
Die raakt hem voor mij nou, nog geen eens aan. Hij pakte hem alleen bij zijn schouder heel even. Maar dat was niet eens waardoor hij viel. Maar, ja, maar hij raakt hem voor mij. Dus als je goed kijkt, maar misschien toucheert hij hem. En Welbeck laat zich heel erg vallen. En dan gebeurt er even niks. Een complete stilte in het Emirates Stadium. En dan gebeurt er niks. En dan zie je de scheidsrechter kijken. En die kijkt, en die kijkt, en die kijkt, en die wacht. En die kijkt nog even. En dan die zesde of zevende man, of achtste man, wie het ook is. Tikt wel zijn achterbeen aan. Hij tikt zijn voet aan. Ja, maar hij valt dan pas drie stappen later. Nee. En daarom moet je hem ook een soort van beboeten. Maar hij raakt hem wel. Je ziet het heel houd goed. Houd toch kijk. Op, man. Ja, we zien achter jou nu zo'nzelfde moment bij Lyon... waar een doelpunt ook gewoon echt niet mocht tellen. Want die bal over de achterlijn. Ja, en die zesde man zat er ook gewoon naast. Ja, maar daarom vond ik Blom zo knap. Ben jij dan ook dat doelpunt? Dat werd gisteren ook besproken bij de vrienden van Fox. Alleen toen zei Pascal Kamperman, was heel terecht. Ze hebben gewoon doel en technologie daar. Waar? Bij de Champions League. Nee, toch? Jawel. Bij elke Champions League wedstrijd. Oh, met het horloge, ja. Ja. Ja, volgens mij wel. Dus, is dat zeker? Als Pascal Kamperman het zegt, is het zeker. Oh ja? Ja, 100%. Maar gebruiken ze het ook, of niet? Ja. Maar doellijntechnologie, werkt dat ook voor de achterlijn als hij naast de doel is? Nee, maar het was... De bal ging toch in de goal? Oh, dus, dat weet ik niet. Ik heb het niet gezien, maar... Nee, Van Blom heb ik nu over, hè? Oh, Van Blom. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, even het puntje met die hele zesde man. Maar jij bent dus de eerste. Ik heb dus iemand gevonden in Nederland die vindt dat het een terechte pingel is. Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat het geraakt wordt. Ja, dan is het toch een pingel? Nee, als je het zo bekijkt wel. Maar als je zo gaat vallen als Welbeck, dan ben ik weer zo'n persoon die hem niet moet geven. Of niet wil geven. Want? Maar sinds die zesde man. Met huidskleur, mogen zij. Nee, wat staat dat nou weer op? Maar waarom geef je hem dan? Nou ja, omdat ik er niet van hou. Ik denk als je gewoon doorloopt en je valt omdat hij je aantikt, dan even. Ik kan nu, en ik weet niet of jij niet zo snel is, een zwalbe van jou instarten bij SV Diemen 2. Nee. Kijk, laten we even waar. Naar kijken. Nee, dat is wel waar. Er zijn gewoon beelden van op het internet. Nee, nu ga je. Nee, ho is. Het punt jij is. Bent het zien. Jij bent er niet van. Maar, jij... maar het was geen zwalbe. Van jou niet? Nee. Jordi, je weet dat er beelden van zijn, hè? Ja, nu wil ik het echt. Je weet dat heel nu let nu over jou ook afvallen. Ik vind dat Raoul en ik dit objectief mogen beoordelen. Het was slecht gefilmd. Het was echt een film. Nee, maar die vijfde en zesde man, laten we het nou even centraal houden. Dat hebben die... mogen die iets beslissen? Ja. Zeg maar. Nou, ja. Ik heb het nog sinds zijn bestaan nog nooit gezien. Arsenal-Milan gisteren. Adviserende rol, vind hij ik. Hij zegt ook... Penalty. Hij zegt penalty. Ja, ja vorig jaar ook bij PSV Atletico. Toen Guardado die penalty overigens miste. Die gaf de zesde man, gaf die penalty. Vijfde. Het is maar net wel. Ja. Was die terecht toen? Ja. Nee, ook niet. Wat vond je van het commentaar van Sjoerd de Vos toen? Dat was met Zoet toch of zo? Nee, dat was met... Of toen hij die penalty miste, ging hij Oblak zingen. Ja, dat ging hij zingen, ja. Ja, nou, zeg maar niks. Het is al zo lang geleden. Laten we niet weer overnieuw beginnen. Nee. Hoe gaat het? Jij loopt bij PSV rond. Hoeveel dagen in de week? Niet één keer in de twee weken. Oh, één keer in de twee weken. Maak een video. Ja. Eén keer in de twee weken maak ik een video. Maar ben je deze week geweest op de hertgang? Nee. Alles afgeschermd nu? Ja, dat weet ik niet. Maar alarmfase 1? Volgende week. Nee, joh. Zo extreem is het ook niet. Het is één keer verliezen, joh. Eens, hoe, maar de manier waarop. En hoe? Maar ik had het voor de uitzending. Volgens mij zei ik het net. Twee fan hoe je het zei. Nee, stil man. Ja, zeg maar, Tom. Ja, ik heb de wedstrijd... Ik heb PSV gemist vorige week. Ik begrijp hoe was het dat je met zo'n team met 5-0 verliest bij Willem II. Nee, tuurlijk. Dan is er echt iets flink mis. Ja, tuurlijk. Maar ja, aan de andere kant... Ja, je verliest nou... Ja, als een 1-0-5-0 verliest... Zit je live te kijken? Of zo? Ja, okay. Ik zou er eigenlijk naartoe gaan. Werd de laatste dag gecanceld. Oh, dat vond ik dat achteraf erg. Maar hoe heb jij het gezien dan? Zeg maar, jij zit die wedstrijd te kijken en dan? Want... Fox heb je zo? Wat? Nee, je vroeg hoe die het gezien had. Waarschijnlijk Fox. Ja, of illegale stream. Nee, ik betaal gewoon voor Fox. Papa trouwens. Illegale stream. Nee, ja, hoe heb je dat gezien? Ja. Nee, maar ik bedoel meer... Want je, ja, Ik zat echt gewoon, wat gebeurt hier? Ik ja, denk tuurlijk. Dat ik zelden zo'n wedstrijd... Want ja, tuurlijk kan een PSV een keer verliezen. Hè, een beetje stijf bovenaan in de regel. Maar de manier waarop... Ja, het was echt heel slap. Ja, Rob was ook alleen maar aan het lachen in onze WhatsApp-groep. Ja, op een gegeven moment ging ik wel stuk. Ja, dan moet je maar weglachen, weet je wel. Dus ja, wat moet je dan? Je kunt maar aan huilen, maar zo ben ik dan ook niet. Nee, maar je bent een echte... Als je dan een boos iets... tweet of een video maakt, kan het dan dat PSV je boos op het halen? Ja, een reactievideo. Is toch ook gebeurd? Maar ik zou dat sowieso niet doen. Zoiets? Wat? Dat Feyenoord doorging in Europa. Nee, Ajax. Toen Ajax de Europa League finale haalde. Toen? Toen had ik iets positiefs. Toen was ik blij of zo. Dat mocht niet. Nou, het mocht van PSV knap, wel. Maar knap van dat Nederlandse club. Nou, maar ik zei het niet knap. Het was wel echt dat ik zo van het juichen was. Ik kan er nog wel inkomen, maar dan... Dat was het weekend voor PSV tegen Ajax. Toen zijn PSV-fans boos geworden? Ja. Woedend?
Woedond? Woedond. Is dat Woedond? OND op het eind? Ja, Woedond. Ben je zo boos? Ja, man. Maar ja, dat snap ik. Eigenlijk snap ik het ook wel. Ik bedoel, dat zijn wel echt de echte supporters, hè? Ja. En dan krijg je daar dan ook moeite mee als je dan weer bij PSV bent? Ja, natuurlijk niet. Ja, het was wel even gezeik, man. Opgelost, door, weet je. Ja. Dingen gebeuren. Ja, ik zat even te kijken. Ja, nee, want jij zou je dat hebben? Wat? Als Feyenoord zeg maar de finale van de Europa League haalt, dat je daar blij bent voor Feyenoord? Nou, zou je dat ook gewoon zeggen? Oh, ik durf maar wel complimenten geven, maar het is net als een beetje op het veld dat vaak mensen die uitdelen heel slecht incasseren. En dat is ook wel een beetje met vriendelijkheid rondom rivaliserende clubs, vind ik altijd. Verklaar je nader. Wat Vef bedoelt is dat... Jean-Paul. Ja, ik tol het nog wel eens voor hem. Hè, jongens. Heel simpel. Vaak zijn het de mensen die heel hard uitdelen. Die kunnen vaak niet zo goed tegen een grapje over hun eigen club. Ja, en, ja, weet je, ik vind je moet toch best een grapje kunnen maken. En andersom ook, weet je. Je kan hier wel gaan zitten huilen omdat iemand een beetje vervelend doet over je club. Maar kom op, zeg. Nou, dat was ook eigenlijk vorige week. Omdat je moest toch gewoon lachen om die wedstrijd. Dus dan begrijp je toch helemaal dat je rivaal moet lachen. En als Feyenoord verliest... merk ik op Twitter echt helemaal geen fuck van. Maar toen PSV verloor, kwam ineens van alle kanten van... Nou ja, jullie staan 7 punten achter. Weet je hoe dat komt? Omdat jij nog best wel wat PSV-vrienden hebt. Een Feyenoord-vrienden heb je al lang niet meer. Nee, ja, dat is het. Daar zit wel, ik heb wel minder Feyenoord-vrienden. Maar voor mij dan ook, dan loopt heel mijn... Ik trek juist alleen maar Feyenoord-fans aan. Oh, was er weer een tijdje aan het daten en elke chick was een Feyenoorder. Ja. Nee, maar heel mijn mensjes lopen dan helemaal vol met oh, PSV, dit, dat. Maar dan denk ik ook wel even van, dan wil ik ook heel graag reageren van ja, 7 punten doe je. Ja, dat is het voordeel. Ik mag gewoon altijd iedereen uitlachen wat er gebeurt. Jij? Ja. Ja, omdat je, kijk, jij dan had ik Feyenoord uit, dan krijg ik een dag later een mailtje van je bent aangemeld voor het autistenforum van Roeliaat Feyenoord, allemaal dingen. Gaan al die Feyenoord-fans, gaan we iemand dan gebruiken voor allemaal websites van... Voor aanmeldingen, ja? Ja, die gaan dan naar allemaal homoseksuele websites en dating sites zo. Vind ik wel grappig, ik kan er ook wel om lachen, maar ik vind toch wel, ja... Hij had heel zijn mailbox vol, bevestig uw wachtwoord, bevestig uw account. Leuk is dat. Ik doe dat soms ook wel met Raoul zijn nummer. Ja. Niel, wat zit je nou weer te eten, man? Shit. Een hele goede vriend aan overhouden. Wat vind je ervan dat Stevie B niet geselecteerd is, Bergwijn? In combinatie met het feit dat Justin Kluivert wel geselecteerd is, vreemd. Check dan Ajax-ziet. Kijk, hier is de voorselectie. 2 interlands. Engeland, Nederland, Engeland. En niet Spanje-Nederland, want Spanje dacht... Okay. We moeten ons goed voorbereiden op het WK. Maar doen we niet tegen een land dat niet naar het WK gaat. Dus Portugal-Nederland in Zwitserland. Maandag 26 maart. Ja. Ik ben Zwitserland. Pornet. Ja. Dat is ook een goeie. Dat had de KNVB zelf getweet, hè. We hadden beter thuis kunnen spelen, hashtag Pornet. Ja, dat tweet de KVB zelf. Oh ja, ik had maar een leuk grapje alsnog. Vind jij er nog iets maar iemand van de KVB heeft hem al ja. Deze. Ik had niet eens gezien, maar het is eerst wat me... Waar is Wesley Sneijder, Jordi? Ja, Qatar is gestopt, hè? In de zandbak. Even kijken, in de zandbak. Nee, ja, hij geeft er niet bij. Hij geeft met bepaalde selecties wel een signaal af, zoals dat gaat. Nou, dat hij zich ook openstelt voor nieuwe jongens, nieuwe gezichten. Een Hatenboer, een Til, ja, Weghorst. Wat hij eigenlijk? Ja, maar een Hatenboer is toch voorkomen Atlantisch? Okay. Even logisch. Volkomen Atlantisch? Nee, Atlantisch? Gewoon woordgrapjes maken? Nee, het is zeker hij zakt in de heel zwijgen onder die tafel. Nou, jullie persoonlijke strijd, toch, met Martin de Roon? Ja, maar die was wel wij gewonnen, hebben toch? Martin de Roon zijn carrière gemaakt, dat weet ja, je niet. Ja, wel gered, toch, in Oranje, ja. Nee, maar die zitten natuurlijk al enige tijd tegenaan te schudden. Nee, er is er een paar keer bij geweest. Maar ik denk dat dat wel een beetje het verhaal is, toch? Wanneer wordt Soet eerste keeper? Nou ja, in mijn opstelling vanmiddag keept hij, omdat die andere die... Let op, hè. 3, 2, 1. Nee, nog niet erom. Oh, nee. Maar, nee, ja, het boeien. Maar ik vind, ja, Bissot inderdaad prima als hij dat als derde keeper wil proberen. Ja. Misschien nog een minuut te geven. Maar ja, ik vind speelminuten niet belangrijk. Wel echt tot een bepaalde hoogte. Zillen ze keept nooit. Als de keer is het niet tegen mij, ik ben het 100% met je eens. Ja, hoe jij erover denkt. Moet wel duidelijk zijn. Kijk, vorig jaar was een fantastische keeper. Vorig jaar was wel een verschil. Vorig jaar speelde Soet geen goed seizoen. Nee. He, speelde, dit jaar zie je weer de Soet terug van 2 jaar geleden. Is echt wel langer dan het seizoen. Het begin van het seizoen was ook weer niet. Want toen dacht ik nog, kan zomaar eens gebeuren dat die Rome. Soet heb echt dit jaar gewoon gedaan wat je verwacht van een topkeeper. Is namelijk dat hij punten pakt voor een club in de wedstrijden waarin ze er verder niet zo lekker in zitten. Nee, eens. Klopt. En dan Marco Bisot als derde keeper, ja, het zal. Ja, ik was wel interessant, want ik had in mijn opstelling had ik geen
Matthijs de Ligt meegenomen. Want? Hoezo niet? Nou, kan ik zo toelichten. Maar dan kwam ik een reactie van Mark van Rijswijk. Geen de Ligt. Altijd spelen, zeker in oefenduels, basisspeler in 2020 lijkt me. Ja, maar je moet niet op de toekomst letten, toch? Gewoon niet? Ja, ik denk dat je gewoon nu moet gaan spelen. En ik denk sowieso dat je alle spelers die een basisspeler in de buitenlandse competities zijn, een voorrangspositie moet geven. Ik denk zeker, weet je, met een oefenwedstrijdje, of je nou de Ligt twee keer... Yes. Nieuw, hou eens op met je zoet, joh. Ik heb werkelijk maar één zin erover gezegd. Denk je soms dat je er meer verstand van hebt dan Dick Advocaat? Nou ja, dat is een andere discussie. Maar veel mooie weg. Wordt de Ligt er nou zoveel beter van? Of kunnen wij nou zoveel meer zien door hem die potjes op te stellen? We weten allemaal dat het een gigantisch talent is. Ja. En ik denk ook dat het, weet je, meestal zeggen bij Nederlandse spelers van... Nou, doe maar even rustig, bewijs je hier en daar maar eens... Maar ik denk dat de Ligt ook prima toe is aan een andere stap. En die komt er wel. Maar tot die tijd, met de jongens die we hebben... bijvoorbeeld een Ake die dit seizoen fantastisch speelt... Ja. De Vrij en Van Dijk. Ja, vind ik wel dat die jongens moeten gaan spelen. Ake moet sowieso spelen. Ja, hij neemt er mee. Voor 5-3-2. Raoul, waar komt jouw voorliefde voor Nathan Ake vandaan? Ik vind Ake echt geweldig. Ligt. Hij is mee. Hij doet het zo goed bij Bloemen. Zie jij hem meer als centrale verdediger of als back? Nee, maar ik denk juist dat hij in een verdediging met 5 verdedigers... Ake op die linker centrale achterpositie echt perfect is. Dat doet hij bij Bournemouth ook. Dat heeft hij bij Chelsea ook een tijd lang gedaan. En daarnaast kan hij ook als linksachter uit de voeten. Dus wanneer je bij de aanval bent, weet hij ook wat hij daar allemaal moet doen. Die past er echt perfect in. De Vrij die speelt nu volgens mij vooral ook met een driemansverdediging bij Lazio. Van Dijk is de enige verdediger die dat niet doet. Ja, maar wat vinden we sowieso van de selectie? Want er zitten toch wel wat verrassende namen bij. Ik kan er een grote lijn wel in vinden. Ik vind Kluivert inderdaad bijzonder. Waarvan ik overigens niet vind per se dat Bergwijn er wel bij had moeten zitten. Die heeft natuurlijk belangrijke goals gemaakt na de winter. Maar moet je dan gelijk in Oranje? Vind ik ook wel meevallen. Weet je, dat komt vanzelf wel. Maar verder kan ik me er wel redelijk in vinden. En dat is ook wel een beetje het verschil wat jij net aanhaalt. Waar we het van de week over hadden van in het buitenland met die jeugdselecties. Met onder 21 en dat soort dingen. Waarom dat wat beter gaat. Ja. Omdat je een stuk meer moet bewijzen voor je in het echte Oranje zit. Dus zal je nooit een situatie krijgen zoals Bassoer, El Ghazi en Tete. Groot Oranje die weer terug moeten. En dan gaan ze zeggen, ja, ze willen daar niet voor spelen. Ja, dan... Jong Frankrijk zal op elk EK in een kwartfinale komen gewoon. Dat is niet normaal, weet je. Nu zijn inmiddels veel van die jongens door. Echt sporen verdienen wil je in het eerste worden gehad bij Frankrijk. Ja, ja, zeker. Dus dan heb je die discussie niet. Want dan is de kans heel klein dat je nog een terugval hebt. Zeker op basis van leeftijd. Is dit de tweet, de visual die de KNVB heeft uitgesteld? Ja, denk ik wel. Ja, het wegworst op de achterkant. Wat weg was op de? Zie je? Oh ja, als achtergrond. Een signaal. Signaal? Nee, maar dat is wel een beetje het probleem. Waarom staat hij inderdaad met een AZ-handschoen? Waarom kiezen ze dat als achtergrond? Dat is eigenlijk wel raar, hè? Ja, toch? Maar goed, hij is het nieuwe gezicht van Oranje, dames en heren. Marketingcampagnes. Ja, het is wel terecht dat het nu meegaat. Ja, ik vind dat wel. Hij heeft op zich natuurlijk wel een kansje. Tenminste, denk ik, op basis van... Ik denk wel dat hij minuten gaat maken. Spitspositie is slecht gezet bij Oranje. Of niet? Want die miste de topper vorig weekend, toch? Hij speelde de afgelopen gisteren. Wel. Europa League speelde hij 120 minuten. Het probleem is niet zozeer Bas Dost, maar of je ermee kan spelen, zeg maar, in combinatie met deze spelers. Hij heeft bij Sporting een gigantisch creatieve team achter zich, wat hem echt alles vol... En dat hebben wij niet. Dus ik denk zelf, want er waren een heleboel mensen die zeiden van, nou, misschien moet je in mijn opstelling speelde ik voorin met Depay en Promes. Nou, misschien Babel, omdat hij dat goed heeft gedaan. Babel spits. Is ook een optie. En als je dan per se een spits wil, dan kan... Ja, het is niet veel meer, maar Weghorst iets meer met een bal. Dus dat je Weghorst en een bewegelijke doet. Hmm. Want Dost heb je echt helemaal niks aan als hij met twee gaat spelen. Ik vind wel allebei dezelfde soort spitsen. Weghorst en Dost, toch? Het zijn allebei van die sleurders, sterk. Ik vind Weghorst is iets meer dan Dost. Ik vind Dost geweldig de gozer, maar... Zonde, want Dost is een fenomeen, maar dan zal je wel je hele team op af moeten stellen. Maar het is toch leuk, de eerste wedstrijd tegen Engeland, een andere opstelling, dat je gewoon nu gaat kijken. Ook al is het dan maar één wedstrijd, zeg maar, hè, waarin bepaalde opstellingen, je zou bijvoorbeeld tegen... Het middenveld lijkt me het lastigst nog. Ik snap wat je bedoelt, maar het is best wel lastig natuurlijk, want je weet precies hoe dat gaat met de media. Want als het dan misgaat, dan ga je het ook nooit meer proberen. Dus het is van één wedstrijd kijken. Of we wat willen drinken, jongens? Nou, rustig aan, Marut. Water, graag. Yes. Nee, maar voor de media. Dat gaat toch niet, je voetbalt toch niet voor de media? Nee, oké. Okay, maar dan moet je een sterke bondscoach hebben dat hij gewoon... Denk je dat Ronald Koeman sterk genoeg is voor de Telegraaf? Wat is dit dan? Is dat in vragen? Hij heeft de Engelse tabloids heeft hij ook doorstaan.
Ja, oké, okay, ze laatst uitgelazen, maar... Ja, dat komt niet door de tabloids, dat is gewoon omdat ze als een krant voetbalden, toch? Het is toch niet dat hij dat niet... Als er één coach hebben in Nederland die dat aan kan, is hij het. Maar denk je dat het helemaal niet speelt? Dus je gaat wat proberen en het mislukt en het wordt helemaal kapot geschreven... dat je dan gewoon vol vertrouwen nog een keer doet? Of blijft vasthouden? Maar dat is toch mijn vraag? Ik denk wel dat Koeman dat gewoon... Ik denk dat het wel invloed heeft. Ja, dus jij denkt dat hij zich daar wel door laat leiden? Nou ja, niet laat leiden, want dat zou het in eerste instantie van belang zijn, zeg maar. Maar ik denk wel dat het invloed heeft. Ik denk niet bij de eerste paar wedstrijden. Ik denk bij de eerste paar wedstrijden dat hij vooral denkt van... nou, laat ik het gewoon lekker zelf doen. En ook met de KNVB dat waarschijnlijk heeft overlegd. Ook omdat ze toch de media op een lager pitje hebben gezet. Die mogen er niet meer bij of zo. Op trainingskampen en... aankomst. Ze willen het professioneler. Heb jij nu Gerard ontslagen? Want we hoeven niet meer naar de persconferenties. Jawel, maandag is nu het persmoment. Okay. Maar normaal was er vandaag een persmoment geweest. Mm-hmm. Dan was er maandag een onofficieel persmoment geweest. Als ze aankomen bij Huis de Duin. Maar nu komen ze dus in Zeist aan. Dus daar is geen persmoment. En dan is er maandagmiddag gaat Ronald Koeman zijn selectie toelichten. En ja, de momenten zijn wat korter geworden. De focus moet weer op het voetbal liggen. En ja, het schijnt dat wij al een heel, heel open persbeleid hebben als we het vergelijken met andere landen. Hoe zij het doen met pers. Alleen ja, denk ik dat... Ja, maar dat is mijn mening. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Of je nou een persmoment minder doet. Of je trainingen besloten doet. Ja, ik denk niet dat daar heel veel... Het is vervelend voor de kranten die elke dag een stukje moeten schrijven. Maar in principe wordt er toch helemaal niks gezegd tijdens het persmoment. Zo gaat het van... Nee, maar ik vind wel dat als je er wel wat wil vragen... dat je wel die mogelijkheid moet hebben. Maar die is er toch gewoon op maandag? Nee, maar er is dus wel een moment... Kijk, het doel is om minder persmoment en meer focus op voetbal te hebben. Ja. En minder... Jij bent persverlichter geweest. Hoe zou je dit aanpakken? Ik zou het net zo gedaan hebben als Kees Jansma deed. En dat was een heel open beleid naar de pers toe. En volgens mij behaalden we toen... Niet dat, want ik denk dat niet dat het een met het ander te maken heeft, maar dat het gewoon prima is om een heel open beleid te voeren. Hoe deed Klinsmann dat eigenlijk? Heel open. Vandaag bij de tafel van Kees. Jurgen Klinsmann liet een camera toe in de kleedkamer tijdens het WK 2006. Ja, maar dat is bij Juventus ook, maar dan zie je ook net niks. Nee, maar heb je die documentaire gezien van Duitsland? Nee, ik kijk niet naar Duitse programma. Ja, maar moet je die dus zien, want dat is wel echt een verschil. Nu, maar dat is natuurlijk dubbel, want waren ze er in de groep uitgegaan en hadden we nooit een documentaire gehad? Jawel, want die was sowieso uitgezonden. Nee, dat is onzin. Dat weet je ook. Nou, ik kan nu wel zeggen hoe die Q&A's gegaan met die maker ervan. Nee. Maar dat is waar niet gauw gezonden, Nieuw-Petersen. Omdat het ging over het proces. Daar geloof ik niks van. Nee, maar dan, jawel, tuurlijk wel geweten. Want dat is toch zo'n onzin. Waarom? Ja, omdat je toch niet weet wat er afgesproken is. Jij wel. Ja, want dat is toch naar buiten gekomen. Nee, maar kijk, jullie... Heb je onderhandelingen gedaan? Nee, maar ja, je kan heel lacherig doen, Japan. Maar als je niet kijkt... Er was een camera tijdens de onderhandeling. Als je niet kijkt, zeg maar, als je helemaal... Want je zegt, ik kijk die documentaire ook niet. Klopt. Ja, dan weet je toch ook niet waar je over praat. Ja. Nee, maar ja, oké. Okay. Nou, prima. Niel, hoe zou jij gaan voetballen met deze 11 of met deze 23 man? Nou, wat ik zei tegen Fef net... Maar toen zat je waarschijnlijk bier te drinken. Dat je de ene wedstrijd de opstelling doet van Fef. Nee, maar zeg even, oké. Jij, Nieuw Petersen, zwaait de scepter. Ik heb hier die van Fef voor me. De enige wat ik anders zou doen, zou ik wel gewoon met de licht spelen. Ja, oké. Okay. Verder hetzelfde? Van AK. Wat zeg je? Verder hetzelfde? Nee, en ik zou voorin wel met DOS spelen. En dan in plaats van? In plaats van Promes. Geen dus, Promes? Nee, en Memphis en DOS samen in de punt? Dus okay. Memphis eigenlijk om... Maar wel 5 verdedigers. Ja, nou ja, het is eigenlijk hoe je het zegt. Hè, stel we gaan er even uit dat Arcade centraal achterin gaat spelen. Gaan we dan met Van Aanholt spelen? Volgens de opstelling van onze bondscoach bij FC Afkikken wel. Oké. Okay. Die speelt dan links Arcade gewoon op links zetten. Maar dat... Links back? Ja. Is aanvallend toch wel echt minder dan Van Aanholt, of niet? Ja, echt veel minder. Ja, maar ik vind hem overal beter. Maar er is ook... Dan heb je hem centraal staan. Dan heb je Van Aanholt die nog een beetje medisch kan maken. Het is ook maar de enige keuze. Want als Van Aanholt niet speelt, dan moet het Ake zijn. Want is er geen optie. En Ake is niet... Ja, die kan het wel. Maar het is niet echt een linksback. Het is sowieso een beetje karig. En ik vind ook het verschil tussen Hartenboes invulling en Tates invulling heel groot. Maar ja, dat is misschien als hij inderdaad twee verschillende tactieken wil uitproberen. Maar dat is toch ook iets... Tenminste, ik zou tegen Engeland en Portugal altijd met Tete spelen. Heb je tegen een land wat meer aanvallende impulsen... zou ik met Hartenboer spelen. Die komt daar wel. Ja, zeker gezien
de assistendrank. Het is meer gewoon, ik zou het nu ook gewoon als start, hè, als je die mensen uitnodigt, zeg maar, voor die twee interlands, zou ik zoveel mogelijk mensen de kans geven. Ja. Hans Hartenboer tegen Ronaldo. Hans Hartenboer pakt die, hoor. Rob, jij als PSV'er, hè? We hebben ooit Orlando Engelaar ook gezien tegen... Ja, we moeten even wat nog weer meer eens wat zeggen. Maar er is vaak het verhaal geweest dat bondscoach heel erg Ajax-minded was. Nou, nu met Koeman toch iemand die bij alle drie topclubs heeft gezeten. En misschien zelfs nog meer als Feyenoord leunt dan die andere twee. Maar nu niet voor De Jong gekozen en niet voor Bergwijn. Vind je dat dan nog heel opvallend? Of heb je iets van, nou ja, Weghorst en Gluivert zijn prima keuzes? De Jong kan ik zeker wel inkomen. Als in, ja, Weghorst, De Jong is wel een beetje hetzelfde type. Ja, dat is maar net... Mm-hmm. Ja, je moet nou eenmaal, je kan er maar 23 meenemen, ja, dat snap ik nog wel. Ja, en inderdaad, Bergwijn, ja, maar ja, dat is ook pas, sinds de winterstop is die echt geweldig. Maar ja, omdat, ik ben dan niet zo iemand die dan gelijk helemaal zegt van, Ajax-minded, omdat hij voor Kluivert gaat. Ja, het zijn wel, die liggen wel heel dicht bij elkaar, maar ik had wel Bergwijn meegenomen. Maar het ben ook niet heel objectief. Het schudt ook wel dat Koeman wel PSV in die zin serieus neemt, dat hij er wel koffie gaat drinken en met de mensen gaat praten. Precies. Ik kom hem tegen. Hij zat bij PSV Heerenveen, zat hij op de tribune. Toen heb ik hem gezien. Dat was wel heerlijk, die onderbouwing van toen hij de licht opriep, Danny Blind, van... Ja, jullie hebben hem misschien nooit gezien, maar ik heb hem heel vaak bij Jong Ajax gezien. Ik denk van, nou ja... Je had één ding niet moeten zeggen. Is dat... Toen maakte hij toen ook nog die fout tegen Bulgarije. Ja, cruciaal. Toen zat ik daar in Bulgarije. Nou, toen kwam, Blind met de licht in zijn Ajax-pyjama voorbij. Daarna. Godverdomme. Helemaal naar Bulgarije gegaan daarvoor. Ik vind het moment met... Ah, dat was gewoon een campagne erop. Ja, kut. Ja. Ja. En de licht vind ik echt het meest treurige moment van onze hele kwalificatie. Ja, dankjewel. Ik ben er met hem eens. Even serieus. Stel je een 17-jarig talent op van Ajax. Zet die microfoon aan. Die maakt een fout. Tuurlijk maakt die gozer een fout. Ja. En dan haal je me daarna af. Kijk, weet je, aan de andere kant maakt het hem dat ook wel beter. Hè? De licht die wordt nu gewoon wel echt gewoon 2-3 slagen beter door een paar tikkies. Ja, dus dat is goed. Want vorig jaar verneukte hij ook het kampioenschap voor Ajax uit bij Excelsior. De grote fout is als er zoveel druk staat op zo'n wedstrijd. Hè? Want er stond zo bizar veel druk. En voor mij raakte De Vrij geblesseerd in die week. Ja, volgens mij wel. Ja, en toen koos hij ervoor om met een rechts- en een linkspoot centraal te gaan spelen. Die spits voor Bulgarije. Maar stond hij toen ook niet naast Martins Indy? Als in van, dat was toen de man aan wie hij zich op moest trekken. Uiteindelijk is hij wel met twee linkspoten centraal, want toen is Hoed er nog ingekomen, toch? Ja. Goed. Hey, maar als ik naar deze selectie kijk, heb ik wel een beetje... Nee, die speelt best altijd. Die speelt gewoon niet. Ja, we speelden wel niet goed. Die vond ik bij Nederland altijd wel prima. Ja, verder zag ik hem nooit voetballen, maar... Sorry, wat zei je, Tom? Nou, als ik naar deze selectie kijk, heb ik wel een beetje te zorgen. Onze beste voetballers die spelen eigenlijk over het algemeen in de verdediging, als ik er zo naar kijk. Ja, klopt. Ja. Is ook wel anders we hebben een selectie zonder een echte goede nummer 10. Ja, ja, maar dat is dus afhankelijk hoe je gaat spelen. Ja, I know. Maar en wat is een goede nummer 10? Het is voor mij meer een soort van opvallend. Van oké, we hebben altijd goede nummer 10's gehad. Ja. Altijd creatieve middenvelders. Ja. En ja, dit is toch best wel middelmaat. Kan je de Berghuis niet neerzetten? Het zijn over het algemeen dienende spelers. Ja. Dat is een heel gek idee. Die zei, ik zag hem laatst in Tiki-Taka Tuzani. Toen zei hij dat hij liever op het middenveld speelde dan aan de kan je Berghuis niet op 10 zetten? Ja. Nee. Die moet je niet in de as zetten, man. Maar ik denk de grote vraag kwam, waarom zat Daley Blind bij de voorselectie? Maar die is toch geblesseerd? Maar zat hij echt bij de voorselectie? Als iemand dat zegt, zal hij waarschijnlijk bij de voorselectie hebben gezeten. Maar hij is inderdaad nu geblesseerd. Hij heeft natuurlijk ook dit jaar niet heel veel gespeeld. Hij heeft alle Champions League wedstrijden gespeeld toen hij fit was. Toen deed het goed, toch? Klopt, maar was wel door Mourinho echt duidelijk gezegd van hij speelt de Champions League en in de competitie kies ik voor andere mensen. Dat is eigenlijk ook raar. Maar kwam hem tegen, hij is aan het revalideren met Jordan Speters. Okay. Dus dat betekent wel dat het serieuze business is dat hij niet op de club revalideert. Die is toch ook weg met dit seizoen? Ja, want zijn vader is nu zaakwaarnemer. Echt? Ja, want na de uitlating in het boek van Rob Jansen hebben ze gezegd, toedeloe. Okay. En wist je dat niet? Nee. Nee, dat boek is uitgekomen. Wat heet het? De voetbalmakelaar of weet ik veel. Deal, dank je. En toen na de uitzending bij Rondo was het, ja, toen hij daar zat. Ja. Toen hebben ze gezegd, we vinden het niet fair wat hij heeft geroepen. De makelaar daar was een enge wereld, behalve als je Rob Jansen bent. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Hele gekke manier. Eén iets misschien nog. Tenminste, ik ben benieuwd naar jullie mening. Was überhaupt het doorselecteren van Strootman een optie geweest in jullie hoofd? Ja, maar hoe ga je hem gebruiken nu? Want ik hoop niet als 6, maar... Nee, maar dat is het dus het hele ding. Want ik denk dat inmiddels zit in Seist ook wel weten... omdat elk praatprogramma
over voetbal, maar ook gewoon de 5-uur-show. Die hebben het erover gehad dat het geen 6 is. Nee. En dat het, dat hij bij Roma prima doet, maar niet op die positie. Dat hij daar niet speelt. Dus als je hem op een andere positie hierna gaat zetten, ja, dan verdient hij wel een kans. Gewoon als linker middenvelder, toch? Ja. Maar of nou hij uitspeelt of met iemand. Op 6 dan? Ja, maar ja. Hoe moet je met een 6 spelen als je een 5 van achterin speelt? Ja. Nee, maar daarom. Maar dat is dus de vraag. Ja, 6 moet weg. Dat is ook het ding, want je hebt al zo weinig stroot. De controleur, Frits. Jezus, dat was echt een stroot. Hoppa. Schrikkelijk. Mensen willen weten, Ruud Vormer. Terecht dat hij... Ja, ik hoorde net dat hij... geblesseerd aan zijn enkel. Geblesseerd, las ik ergens. Dat hij geblesseerd was is, van... Dat klopt wat Rob zegt. Ik hoorde iemand van zeggen, jammer dat hij niet bij kijken. Die weet daar alles van. Ja, Maurits. Weet alles van. Maurits, ja. Nee, maar dit klopt wel. Hij was ten tijde van de voorselectie was hij al niet helemaal fit. Er was maar de vraag of hij een definitieve selectie überhaupt zou halen. Dus misschien is daar wel contact geweest. Maar, anders was hij opgenomen, toch? Stukje karma ook wel, toch? Omdat hij had gezegd van, ik word er niet meer opgeroepen. Of ik wil niet meer. Nou, hij zei Jordi, dat hij niet... Dat hij heeft hij helemaal niet gezegd, Jordi. Nee, hij had gezegd dat hij niet zou weten of hij zou accepteren. Als dat hij is anders dan dat hij... Dat is totaal iets anders, Jordi. Als mijn vriend Guillaume een artikel post van zijn hand, dan ga ik vanuit dat het de waarheid is. En dat is wat ik heb gelezen. En als Fef dat gelooft, geloof ik dat ook. Nou, hierdoor, dat zijn we al. Jij zegt net wat anders. Ik had het interview ook gelezen. Ruud Vormer zei van, nou, ik ben zo lang hier, ik weet niet of ik... En Van Ginkel. Zou die uitnodiging zijn? Ja, hij was niet geblesseerd, dus daarom is hij in overleg niet opgenomen. Als hij fit is, zit hij erbij. Maar zou die... Ja? Tuurlijk. Denk je? Ja, in plaats ik vind van, ook. Maar in plaats van Til, denk ik dan, toch? Ja, denk het ook. In plaats van Til. Ja. Vind ik jammer. Omdat Van Ginkel nog altijd een hoger niveau had dan Guus Til. Hoe goed hij ook is. Zeker. Ja, maar Van Ginkel is dit seizoen echt weer... Het mooie is, ik was vorig jaar van de zomer was ik in het trainingskamp voor Club Brugge en toen liep Ruud voor me daar warm, want het was in Nederland. En toen riep iemand, hey, Ruudje nog mee? Zei, ja, reken er maar niet op. Ook wel goeie, maar ja, inderdaad, ze er niet bij helaas. Was leuk geweest. Jordi, je leest de koppen van Voetbalzone. Nee, helemaal niet. Ik zeg alleen wat de chat zegt. Dan moeten ze op mijn timeline helemaal terug gaan scrollen, want ik heb het geretweet. Maar Jordi, hij zei niet dat hij niet wilde. Dat heeft hij gewoon niet gezegd. Dat maak je de hele tijd ja, van. En als jij Ruud voor me bent, dan kan je niet zeggen van ik weet niet of ik wel kom. Maar dat duurt me allemaal te lang. Maar jij zegt nu heel de tijd, hij heeft gezegd ik kom niet. En dat heeft hij niet gezegd. Gewoon een beetje hard to get. Je moet wel zuiver op de graad. Hard to get zijn. Gewoon hard to get. Maar hard to get kan alleen maar niet zo gretig zijn als voetballer. Is dit weer een mentale tik voor jouw vriend? Wie? Veldman. Nou, prima toch? Speelde afgelopen weekend niet, toch? Nee, in een week tijd en niet opgeroepen voor Oranje. 4,5 jaar las ik. Basisplek. En, dat hij de laatste 4,5 jaar steeds erbij zat. Waar, bij Oranje? Ja, het is ook bizar. Het is ook middelmatig. Ik vind Veldman gewoon wel lachen. Dus, klopt, ja. Voor WK kan hierin. We zijn Maar je zou niet gek op kijken als het ineens heel goed gaat met Nederlands Elftal. Ik dacht met Ajax. Ja, met Ajax gaat het vanaf nu ook denk ik een stuk beter. Maar nee, later. Beetje lullig, zeg maar. Dat twee nieuwe trainers en dan val je zo buiten de boot. Terwijl je helemaal bijgetekend had bij Ajax in ruil voor het aanvoerderschap. Dan ben je dan ook kwijt dat hij misschien afgelopen zomer beter weg kunnen gaan. Nee, als hij speelt is hij gewoon aanvoerder. Als hij speelt is hij aanvoerder. Ja, heeft hij dat gezegd. In 2013 zat hij er al bij. Ja, maar Joel Veldman. Hij speelde voor Spanje. Ja. Maakte hij die overtreding? Nee, dat was de Vrij. De Vrij maakte die overtreding. Oh, hij viel in, ja. Heel goed. De Vrij tegen Diego Costa. Ja, en toen daarna scoorde hij nog. Goed makertje. Hier heb je hem te rijden. Dat is hij. Dat een minuut te maken, toch? Dat zou heel toevallig zijn. Ik denk dat alle drie... Scoorde ook of niet? Ik denk 22 van de 23 wel in actie komen. Ja, tuurlijk. Die moet wel spelen. Alleen Bizot niet. Of misschien ook nog wel trouwens. Maar al met al kunnen we zeggen dat Ronald Koeman geen hele belachelijke dingen heeft gedaan, toch? Vind ik wel jammer. Nu nog niet. Nou, ik vind ik had wel leuk gevonden als er één hele vage keuze bij zat. Maar ik vind Kluivert echt iedereen weer. Nee, Frank Holler is bieze zwaar. Ryan Koolwijk of zo, weet je wel. Dat is Chelsea hoor. Ja. Maar op basis van wat is Justin Kluivert geselecteerd? Ook er niet meer tussenin. Jongens, Jan wil al de wereld niet oproepen. Jan gaat niet zo lekker vandaag. Jan wil even één ding. Je hebt een zware dag. Nee, Niel wil heel graag dat ik zeg dat ik Kluivert belachelijk vind. Dat hij geselecteerd is. Door Chapal zegt van hij heeft niks heel geks gedaan. Maar dat vind ik echt nergens op slaan. Dan neem dan gewoon Luc de Jong mee. Of weet ik veel. Nee, Bergwijn toch? Ja, maar dan heb je... Ja, maar goed. Ja, maar je kan gaan tellen en bla, bla, bla. Dat is allemaal zo. Maar Kluivert, ja, dat slaat echt bla, bla, bla. Maar ik vraag me, is er nou geen één Nederlandse spits die, zeg maar, niet... Zoals de Jong, Weghorst, Dos, zeg maar, die wel gewoon echt voetballend is? Je bedoelt maar een ander type? Een ander type spits, ja. Vincent Janssen, maar die is niet fit. Ja, maar die vond ik bij Oranje ook niet. Nee, die vond ik ook niet. Bij Oranje... Sierhuis, die moet je nog geen seconde gemaakt bij Ajax. Nee, een spits die ik wel ken. Danny Blind zou hem op. Dylan Vente.
Ja, jullie hebben niet zien spelen, maar bij jongen... Sam Lammers. Sam Lammers. Ik zit nu een beetje op te roepen wat er een beetje onder zit, zeg maar, van jeugdelftallen en dat soort dingen. Is in potentie Locadia misschien dat niet nog? Ja. Ja. Jurgen. Het is een beetje problematisch dat sinds hij is gekomen dat hij Murray van 38 elke week scoort. Zo. Maar in principe kan niet opgeroepen werken. Ik weet nog wel, vroeger van keek je vroeger PSV-TV en dan zag je Locadia in de A1. Schoot hij de ene naar de andere als centrumspits erin. En hij is als spits natuurlijk bij PSV een beetje weggemoffeld naar die linkerkant door de Jong. Maar vroeger dacht ik dat het wordt een hele goede spits. Alleen we hebben hem te weinig in actie gezien op die plek. Maar hij zou dat wel... Ja. Als je zeg maar, als hij de lijn door zou trekken die hij toen in de jeugd had, zou hij dat wel kunnen. Wat meer dat is echt bizar. Ik vind dat het gewoon leuk als een paar van die clubjes zijn. Dat je inderdaad een Prupper en een Locadia allebei bij Brighton hebt die dan ook daar spelen. Net zoals Atenboer en Drone. Vind ik ook zoals lachen. Je eerst de vrije hoed had. Atenboer rechts en Drone daarnaast. Of hoe ze normaal spelen bij Atalanta. Die weten elkaar in ieder geval altijd wel te vinden. Denk je dat Atenboer na deze zomer, of zeg maar deze zomer, de volgende stap gaat maken in Italië? Nee. Nou, je weet niet. Misschien kijk, er zijn niet zo heel veel ploegen in Italië die spelen zoals Atalanta. Vroeger had je natuurlijk Juve die altijd zo speelde. Uh-huh. Maar dus er moet maar net een plekje vrijkomen. Je zou dan denken aan een Lazio, maar waarom zou je op dit moment van een... Roma misschien. Daar speelt geen goede rechtsback nu. Florentia loopt te fluimen. Ja, Bruno Peres is ook niet goed. Bruno Peres. Karstorp, ja, tuurlijk. Ik weet niet of ze die nu al af willen schrijven, omdat hij geblesseerd is. Maar, dus er moet maar net een plekje daar vrijkomen. Maar financieel zou die wel manier van spelen. Financieel bij welke al die clubs die je noemt, misschien is het qua niveau, maar financieel gaat hij een enorme stap zetten, top hè? Het verschil tussen Atalanta en Roma en later. Maar gaan die clubs, maar gaan die clubs voor hem komen? Dat is het meer. Ja. Dat kan Lazio gaat ook niet Basta wegdoen. Met die volgens mij die Servier. Ja, maar ik denk meer dat het punt is dat Hartenboer gewoon hartstikke zijn best aan het doen is en gewoon een baasspeler aan het worden is daar. En maar die zal toch wel een periode. Dankjewel. Jordi, waarom zit je aan de wijn? Wat is dit? Een periode... Oh ja, gaat gewoon uit de fles. Oh. Nee, natuurlijk niet. Batras. Wat ben je nou aan het doen? Dit is ook geen half glas wijn. Wat is dit, joh? Wat is er nou? Wat is er? Even drinken op tafel staan. Dit is ook gewoon... Waarom zit je aan de wijn dan? Dit is gewoon zoete wijn met prik. Chateau Migraine. Noemen we zoete wijn? Als een vrouw dat drinkt, noem ik het snolle diesel. Hé, maar dan heb je van mij. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is mijn woord. Hugo, snolle diesel. Hugo, ken je Hugo, die wijn? Snolle diesel. Snolle diesel, dat is goed. Ik zeg dat ook altijd. Ja, maar je dat van mij hebt. Nee, ja, dat is echt. Waarom dat zit je aan de wijn? Dat is gewoon zoete wijn. Dat drink je weg of het oranje is. En dan, waarom geen snolle diesel? Al die snolle drinken. Nee. Kijk het ook in vrouwen hierna, toch? Scrolls gekocht, nieuw. Ja. Nou, dat is een klein bruggetje, toch? Man. Waar is mijn auto? Ik heb het geleerd van mijn werk 7 jaar terug. Ja. Vesten. Wat gaan we doen in de vesten? Nou ja, we zien ze voorlopig niet meer op televisie. Goalsvesten. Nee, ja, inderdaad. Grappig, denk ik. Waar is Maurits? Heeft hij zich verstopt? Jezus. Daar kan hij ook met ons praten. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel, het is wel een beetje van wat er gebeurd is natuurlijk. In het begin zeiden wij met z'n allen van, is het niet heel raar dat Verbeek elk weekend overal op tv is en Jan van Alst ook nog is, terwijl ze het heel moeilijk hebben bij Twente? Zeiden alle, nou ja, misschien niet alle, maar het gros van de Twente supporters zei van, nou, dat moet toch kunnen, dan mag die man zelf weten wat hij s'avonds doet. Al gaat hij daar heb je niks over te zeggen. Maar ja, uiteindelijk zijn ze toch een beetje bijgedraaid. Want nu mag het niet meer. Ja, maar het gaat er niet beter op. Ja, het is pas afgelopen weekend ingegaan, dus we gaan het meemaken of het wonder tegen Willem II gaat. Ja, wat er natuurlijk bij Verbeek ook een beetje was. Maar staat toch al gewoon... Was er bij Verbeek? Nou, dat hij bij de Eertribune afgelopen weekend ging het over HSV. Van, nou ja, de ploeg gaat het nu waarschijnlijk toch echt niet meer redden. En dat hij vervolgens zegt, ja, maar ja, daar is het al jarenlang mismanagement. En dan is het misschien ook wel goed dat zijn ploeg het een keertje voelt. Ja, het ging over HSV, maar ja, je had natuurlijk ook zijn Twente kunnen invullen. Heeft niemand dat gewoon eerst met beelden van Twente laten zien en dan die quote van hem? Nou, dat zou een mooi videofukje zijn, ja. Maar dus weet je, als dat soort dingen gebeuren, dan wordt het misschien ook weer iets anders dan als je het gewoon hebt over de voorselectie van het Nederlands elftal, zeg maar. Dus dat speelt misschien ook nog een rol. Ik denk dat... Maurits komt er trouwens aan. Dus Maurits, ik sta zo meteen voor je op. Oh, dan ga ik ook naar huis, hoor. Kom even lekker zitten. Waarom mijn Jan op schoot? Oh, Maurits heeft er nog geen zin in. Maurits, kom even zitten. Ja, Maurits, kom even zitten. Maurits, dat doe ik wel. Ga jij nou even zitten. Kom. Ik ga even plassen. Ja. Oh, je mag zelfs aan tafel. Nee. Kom even zitten. Hey, ik heb even een zak chips. Kom even, Maurits. Kan je morgen weer aan iedereen in 6 VWO laten zien? 6 VWO? Ik ben zelf net zo jong. Ja, ook. Oh, je zit je echt in 6 VWO? Ja. Ja, ik niet. Niet hoor. Ik was al lang voorbij geweest. Ah. Maar ik... Wel ben je? Ik ben 17. Oh, kijk. Okay. Ben ik net iets ouder. Over Twente. Wat is het laatste eens met het statement van alle supporters? Of tenminste van de vereniging? Nou ja, ik denk dat het beste is omdat... Nou, nu gaat Twente echt in degradatieproblemen komen en...
nu die na competitie zo ook aankomt. En zeker als je bijvoorbeeld vorige week zag, zeiden ze van... Willem II had natuurlijk een nieuwe coach. Of Van der Looy was weg. En dan zeggen mensen van, ja, je moet Willem II kijken... in plaats van daar bij Fox zitten om over andere teams te praten. En daar was ik het wel mee eens. Ja, maar waarom moet dat live? We hebben toch, we zijn in 2018, we hebben allemaal kastjes, we kunnen alles terugkijken. Hij heeft toch niet per se op zaterdag, hij kan er lekker op zaterdagavond ook met zijn vrouw het eten. Ja, maar voor groot gelijk. Mij mag hij het zelf weten. Ik heb er geen probleem mee. Dat heb ik vorige week ook gezegd. Denk je dat het verschil nu gaat uitmaken? Nee. Denk je dat je een stok minder hebt mee om te slaan als die nu degradeert? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Mensen kunnen dan niet meer wijzen van ja, je zat daar in plaats van te werken. Ja, kunnen ze nog steeds doen. Ja, maar dat heeft hij toch dat de hele cruciale fase. Hij had het eerder moeten doen, ja. Daardoor is gekomen. Ik denk niet dat mensen nu ineens denken van nou, ik heb de laatste 3 weken wel alles aan gedaan. Nee. Dat geloof ik niet zo. Maar ik geloof wel dat Verbeek er alles aan doet. Want ik weet... Jawel. Omdat ik... Verbeek is zelf ook supporter. Of was altijd supporter. Ik denk niet dat Verbeek zo denkt van... Mario Been was ook altijd supporter van Feyenoord. Maar is dat relevant of je supporter bent of niet? Hij krijgt gewoon een dik salaris daar. Hij zegt van of hij er alles aan doet. Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk. Ja, tuurlijk doet hij er alles aan. Ja, het is ook natuurlijk... Het is voornamelijk je eigen naam in de trainingsschuld natuurlijk. Want dat jij net als Rijkaard Sparta liet degraderen. Dat hij zometeen Twente laat degraderen. Dat vergeet niemand. Nee, dus het is ook gewoon op je cv gewoon lelijk. Nee, maar ik hoorde van de week bij VI ook over die Molenaar van, ja, wat kan Molenaar nog aan doen? Bijvoorbeeld die kans van Rosheuvel, weet je wel? Ja. Dat wat kan Molenaar daar nog aan doen? Bij Twente precies hetzelfde. Die boeren schiet ook niks binnen. Die heeft vooral die persoonlijke haat richting Jegers, richting Tom Boeren. En de rechte aanvallen scoren ook niet. Spon. Gaat lekker ver. Dat is de schuld van Zie je het nog goed komen? Jij was altijd positief. Je vond mij te negatief, maar meestal... Wat vind je ervan dat ze Jos Hoijveld in het veld brengen en Tom Boeren van het veld halen? Wanneer dat is dus die voetballende spits die we zoeken. Nederland zelf al. Ja, we hebben hem. Ja, ik snap ook niet dat tegen de Wienie elke keer wordt gewisseld. Snap ik ook niks van, want dan neem je alle creativiteit voor in weg. Ik weet nog dat... Ga je niet om te schrijven? Team Baart. Wat vinden jullie van de baard van tegen de Wienie? Die is echt goed. Dat is een flinke. Geen idee wie het is. Ik vond het nog mooi toen PSV de eerste wedstrijd van Verbeek speelde die tegen PSV. Dat is goed, hè? En toen speelde Tiga de Mini volgens mij de beste wedstrijd van zijn leven. Oh, en toen werd er gewisseld en toen zei er iemand achter mij in het stadion. Haal die nummer 42 of zo heeft hij, weet ik veel. Haal die er maar vanaf. Haal die nummer 32 er maar af. Toen ging het bord omhoog, was echt nummer 32, haalde hij eraf. En iedereen zei van, hoezo wordt hij gewisseld? Ja, maar dat was, toen had Tiga de Wienie echt nog helemaal niks gespeeld. Onder Haak had hij volgens mij nog geen minuut gemaakt. Dus dat zal met fitheid te maken hebben. Ik weet niet, met Elhamdoui. Ja, daar word ik toch weer geschikt van. Die gozer, die hou je binnen. Het is wel een prestatiecontract, dus het maakt financieel niet zoveel uit. Hoeveel pakt hij? Geen idee, weet ik het. Als hij scoort of zo, en als hij speelt en scoort, dan krijgt hij geld. Ongekeerd kapsel dat. Maar hij was er eindelijk weer bij vorig weekend. Dus ik wacht. Nou, proberen. Want Tom Boeren die scoort niet. En misschien kan hij het nog. Maar hij is nu weer door zijn knieën gegaan van de week. Dus hij is er weer niet bij. Hoe oud is die gast voor? 32 of zo, denk ik. Oh, dat valt nog wel mee. Ja, ik denk dat. Ja, maar goed. Maar ik heb volgens mij de antwoord nog niet gehoord. Komt het goed of gaan jullie eruit? Moet Van Hals eruit? Luister, niet allemaal andere dingen, maar moet eerst de antwoord geven. Ik ben oprecht. Het komt niet goed. Oké, wat wilde jij zeggen, Tom? Nee, maar anders had je toch gewoon een ja gezegd? Ja, ik denk dat het cruciaal is als ja of nee. Als de Idi en Fuski erbij blijven. Nee, ja of nee. Dan wel. Als Fuski en als de Idi erbij blijven. Het wordt al elke week minder, hè? Tom, wat wil je zeggen? Nee, blijf zitten. Wij Willem II hebben PSV erop gelegd. Ik wil lekker even bank zitten. Sorry? Gaat Twente er ook gewoon opleggen, hoor, komend weekend. Twente gaat eraf? Willem II. Ja, ja, want dat gelijkspelletje. Volgende vraag. Als Twente nu 2 weken op rij verliest. Laten we het zo maar zeggen. Gaat hij er dan uit, Verbeek? Nee. Gaat hij niet uit. Willem II thuis en VV uit. Ja. VV is al veilig, hè? Maar ja, ik weet niet. Nu net alsof dat een degradatieploeg is, maar dat is niet. Kijk eens, lekker, resterend programmaatje. Ik denk niet dat Twente daar het geld voor heeft. Om hem te ontslaan en dan weer nieuwe trainer aan te stellen. Dat denk ik niet. Maar hier kan ik echt niet wijzer worden. Staat niet op thuis, uit. Dat maakt toch echt een verschil? Ik snap dit niet eens. Nee. Hey, maar ik moet wel zeggen... Zit een rebus? Alles met rood is niet veilig. Sorry. Nee, afgelopen... Deze zat natuurlijk ook in de uitzending. En het weiland is groen voor de haas. Dat is de boodschap. Ik zeg dat Twente laatste wordt. Alleen, ik zat toch wel een beetje in mijn mik met... Tegen wie moet Roda nog Roda, man. Roda. Ja, dit weekend tegen NAC. Je spelen ze thuis tegen NAC. Volgens mij speelt er uit. Dat is de grote vraag bij Twente. En dan misschien nog VV en ADO. Als ADO al gespeeld is, dat is misschien. En met heel veel mensen als ze Groningen thuis hebben.
Ja, maar vind jij Roda beter dan Twente? Ik vind Roda niet beter dan Twente, maar ik zie Twente niks meer winnen. En misschien Roda morgen, nog een punt pakken. Is Roda van PSV misschien winnen thuis? Want dan is PSV al kampioen. Ja, dat kan nog. Is dat vlak na eventuele titel? Ja, dat ja. is de wedstrijd na Ajax. De wedstrijd na Ajax, ja, nou, dat is wel heel gunstig voor Roda in dat geval. Ja. En Roda ADO laatste speeldag. Staat VV Roda. Bezopen. Ja. Ja. Oh, we moeten voetballen. Maar, je hebt er wel echt nog vertrouwen in? Nee. Dat... Ja, ik... 18 punten. Kan je er nou vertrouwen in? 18 punten. Ja, ik wil net... We hebben van de directe concurrenten niet gewonnen. Hoe moet ik er dan nog vertrouwen in hebben? Ja, maar inderdaad, dat Roda, dat speelt... Heb je je seizoenkaart op de midden geknipt? Ja, ik heb geen seizoen. Nee, maar dat soort onzin dingen. Maar zeg maar, stel... Ja, heel goedkoop volgen. Roda ja, haalt geen punten meer. Want dat één ding duidelijk is dat jullie play-off gaan spelen. Ja. Die schaal of mee? Ik denk ook dat we play-offs gaan spelen. Play-off wel vertrouwen in tegen de... Dat denk ik wel. Dat ja? Nee, heeft hij ook nog een keer een schaal. Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben ook wel blij. Vorig jaar was natuurlijk dat NEC NAC loten bijvoorbeeld. Nou, dat zit er niet in. Want NEC wordt denk ik hopelijk kampioen. Dus dan krijg je iets van Fortuna of zo. Ik denk dat je die wel over de knie kunt krijgen. Oké. Okay. Nou, mooi. Ik denk dat deze wordt losgezet. Dan mocht het verkeerd lopen. Maar... Dit wordt sowieso. Hij wordt een beetje de Robert Maaskant van FC Afkikken. Nou ja, dat is wel een ding natuurlijk over trainers. We hadden over de play-offs. Degradatiestrijd in combinatie met televisiewerk. Want we weten ook nog wel dat Robert Maaskant gewoon doodleuk in de Fox Studio stond. Toen hij op degraderen stond. En dat hem ook niet zo heel veel kon leren. Ja, maar Robert is natuurlijk een zeer gewaardeerde gast van ons. Maar wij zijn natuurlijk wel een redelijk stuk gegaan. Toen verloor ze met 8-0 vorig jaar in de Kuip. Ja. En toen zat hij bij ons zo... en we opschieten zo meteen elk klassiekootje kijken. Maar stel Twente tegen dit. Gaan jullie dan met een taart langs bij Gertjan van Beek dat hij moet blijven? Ik was in ieder geval heel erg blij dat hij er was. Omdat ik denk dat Verbeek... Zeker in zo'n situatie als Twente zit, dat het echt moet weer opgebouwd worden. Dus ik was wel blij met Verbeek. Alleen ja, het blijkt nu wel weer waarom hij bij veel clubs waar hij heeft gewerkt weggestuurd is. Omdat hij gewoon koppig is en in de knoop ligt met heel veel mensen binnen de club. Maar je hebt niet meer het vertrouwen, dus wat je Paul zegt, dat mochten jullie degraderen, dat je denkt, nou blijf dan maar, dan ben jij de trainer die het ook weer kan opbouwen. Jawel. Ik ben voor Verbeek. Ik heb wel een vraag over die selectie. Is FC Twente niet gewoon een verkeerde ploeg voor het type trainer Verbeek? De Tigerduinis, de Mahers, de Assaidis. Zijn dat niet nou net de types die gewoon echt een bloedhekel... Maar hij is voor hem er naartoe gegaan, toch? Bloedhekel hebben aan Verbeek? Ik weet niet. Lekker kracht, lekker fitness, lekker fysiek. Nou ja, Twente heeft heel veel spelers die instant geblesseerd zijn. Zijn beste spelers zijn alleen maar geblesseerd. Ja, nou, misschien zegt dat genoeg. Ja... Maar Fuskic en Assaidi, die waren vorig seizoen, die hebben altijd al zo veel. Maar er is altijd natuurlijk, weet je, anders sta je niet onderaan, er altijd wel wat aan te... Maar ik vond dus echt schrijnend afgelopen vrijdag, dat je op zoek moet naar de gelijkmaker. Dat je dus je spits eraf haalt. Maar niet okay, maar dat is niet, dat is niet nieuw, maar... Nee, maar ik bedoel, je kan heel veel zeggen over Verbeek. Ja, het is dus weet raar. Je dus, hè, wat die naast nou doet, maar als je dan... over zijn werk hebt, dan kan je nu echt zeggen... Maar dat is ook 100% waar, want ja, in de slotfase dat je achter bent gekomen en je moet scoren... dat je Jos Hoijveld erbij zet, is prima, maar niet voor je spits. Maar ook, met alle respect, Mounier is een man van glas op dit moment bij Twente. Dus dan heb je boeren nodig. Eigenlijk wil je hem ook niet, maar... Hè, hij is in paniek. Ja, maar je breekt nu ook boeren. Maar. Want boeren zegt na afloop, ja, die stond echt voor de camera van... Ja, wat gebeurt er? Ja, maar boeren heeft toch niet iets gepresteerd waarvan je zegt van... Nou, maar jij vindt hem zo... Ik vind hem oprecht geen slechte spits. Kijk, hoeveel wedstrijden van Twente heb je dit seizoen gezien? Veel. Ja, ik heb ze niet allemaal 90 minuten gezien. Hij heeft 4 doelpunten gemaakt. Ja, maar dat is niet heel raar bij een ploeg die onderin speelt. Maar wel, als je naar zijn kansen kijkt en kijkt hoeveel tijd hij nodig heeft. Nou ja, oké, daar verschillen we. Feitelijk is het moeilijker voetballen bij Twente dan bij Os. Dat heeft hij nu bewezen, toch? Ja, nou ja, als je naar statistieken kijkt. Ja, nee, maar ik vind dat als je kijkt naar... nu gaat iemand statistiek op. Ja, dat ben ik wel benieuwd. Dat vind ik echt leuk. Maar het is gewoon... In ieder geval, het is iemand ook die waar je gewoon goed mee kan voetballen bij Twente. Nou, ik vind van ja, misschien ben je iets te lief voor hem, maar het is in ieder geval onbegrijpelijk. Laat ik het zo zeggen, het zit een beetje hier tussenin. Ik na de zomer boeren weer in de spits bij Twente vind ik prima, want ik gun hem ook die tijd, maar ik vind niet dat je van succesvol eerste jaar kunt spreken. En niet alleen naar zijn doelpunten kijkend, ook gaan naar zijn spel. Was Ted van Leeuwen niet de genie van de NFL's en dat soort dingen? Zeker, zeker. Ja. Moest hij weg? Wilde hij weg? Nou, wilde weg. Wilde weg. Je ging toch naar een of andere... Ja, ging naar Denemarken.
Zou je daar dan veel meer verdienen dan bij Twente? Ik kan me niet voorstellen. Denk het niet. Geen idee. Maar ja, dat is eigenlijk wel het verschil tussen dit seizoen en vorig. Absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat als Twente Unal had gehad, dat ze ook gewoon linkerrijtje... Nou, dat is misschien wat te veel. Maar gewoon, daar waren ze niet in de problemen geweest. Nee, dat geloof ik het is wel. Het enige wat er met Twente ook is dat... Mocht het echt misgaan, dan is het... Ja, dan zullen ze wel allemaal plannen hebben liggen en dat soort dingen. Zeker. Maar het is wel gewoon jammer voor het voetbal. Zeg maar voor de Eredivisie. Dat, kijk, ik... Maar voor het voetbal niet, want ze spelen echt verschrikkelijk. Nee, ik bedoel meer voor de Eredivisie. Het is wel echt een... weet je... Want ze staan nu één na laatste, maar er zit voor mij... 90%, ja, want die business seats, dat is ook een dingetje. Ja, dat is, maar het is gewoon zonde. Want het trouwe publiek is er wel gewoon wekelijks. Ja. Morgen Twente tegen Willem II zijn gewoon 30. Ja, en daar krijg je voor. Trouwens 2,18 voor als Twente wint. 3,44 bij een gelijkspel en 3,01 als Willem II wint bij de vrienden van Toten. Dus ik zou zeggen, sla je slag. Dat is toch 1,84? Inmiddels sorry, 2,18. Wat een commercial break. Ja. Ja, maar ik was bij Twente en toen vertelde die man die daar was dat het al 2-3 jaar daar nooit meer uitverkocht is. Nee, maar het is die business seats. Ik zag fotootjes op dit voorbij komen. Zeg maar, de normale supporters blijven trouw komen. Maar die business seats is allemaal open okay, bij de hoofdtribune. Ja, klopt. Alle lege plekken. Echt? Ja. Daardoor kon ik er denk ik zitten. Ja, ja. Ze dachten van, geef maar aan die kras, ik weet ook niet hoe ik ermee moet. De camera's staan zeg maar op de sponsortribune. Daar zit de sponsor. Maar daaronder, die tribune daaronder, ja. Dat zijn echt de mooie stoelen en zo. Die zitten ook altijd leeg. Niet vol in ieder geval. Het was al heel lang niet meer uitverkocht geweest. Dat vind ik ook wel bizar. Morgen wel. De laatste 16 kaarten. Nee. Ik wilde wel graag, maar voetballen zo. Maar dan regelen we toch, joh. Bellen we Henk Bleker. Twente PSV, toch? Klopt. Wie? Mauro. Ik wil heel even. Oké. Moeten we nog steeds blijven hangen bij Jan wil even zichzelf even bewijzen. Ik denk dat hij zelfs bij Tubantia uitschakeld zijn vanmorgen over Twente. Kom boer, ik ben even zijn cijfers heb ik even opgezocht. Bij Tubantia zijn ze anti-Twente. Is dat zo? Dit vind ik interessant. Statement dit hoor, statement. Zeg je, is de bankzitter is anti-Twente? Nou, ik vind wel dat ze echt heel erg negatief blijven berichten, blijven publiceren. Ja, nee, vind ik echt. Ik volg Thomas, niet zo. Maurits, ik zeg gewoon Thomas, sorry Maurits. Sure. Maurits, hou je vast. Tom Boeren, dit seizoen, hoe vaak heeft hij gescoord volgens jou? 5 keer. Ja, je zei net 4 keer, maar 5 keer klopt helemaal. Dit is heel flauw. Expected goals. Fucking kinderachtig. Ja. 6.3. Oftewel, hij heeft 1.3 doelpunt laten liggen. Maar vergeleken met andere spitsen in de Eredivisie, want aangezien je zo goed bent met data, dus het vergelijk met andere spitsen? Nou, bijvoorbeeld Wout Weghorst, die heeft al 5 doelpunten laten liggen. Dus. 5 doelpunten laten liggen? Ondertussen zit hier iemand een hele fles wijn weg te tikken. Ja, serieus? Ja, en Fransol en Berghuis, die overperformen, zeg maar. Dus die scoren meer dan dat hun expected goals aangeeft. Ja, uiteindelijk trekt zich dat allemaal wel weer recht. Maar Tom Boeren dus, doet het dus volgens deze cijfers niet zo slecht als Maurits zegt. Nee, maar leuk op zondag dat hij altijd zegt van, ik kan niet bij die data komen. Maar vind jij 6 doelpunten voor... Geeft hij alle data geluid weg. Opta Sports, fantastisch bedrijf. Mail even. Ja, nee, maar het zal in het midden liggen. Deze beste man kijkt alle wedstrijden van Twente 90 minuten lang. Mm. Wat al een... Wie beoordeel knap is... Zeg je? Wie beoordeelt het? Wanneer is het een expected goal? Ja, dat, nou, Jan legt het maar uit. Gaan we het nu doen? Ja hoor. Opta, het bedrijf waar ik voor werk, heeft ongelooflijk veel wedstrijden geanalyseerd. Ja. En op basis van alle schoten die in wedstrijden zijn gelost, die worden in een dataset geplaatst. En daar wordt gekeken naar wat de uitkomst was het een doelpunt of niet. En hoe groot is dan de kans als er een schot van ongeveer dezelfde positie, ongeveer dezelfde hoek, is het een kopbal of is het een schot met een voet? Dat maakt ook uit. Ja. Kopbal is moeilijker te scoren dan een schot met je voet. Ja, verkeerde been en precies. Zo. Hoe groot is dan de kans als dat schot 100 keer wordt gelost, dat het een doelpunt oplevert? Ik vind het goed hoor. Nee, Jan. Ik heb het heel vaak met Mark van Rijswijk geprobeerd uit te leggen. Maar ja, ik vind dat altijd maar een beetje, ja. Geloof je niet in? Nee. Ja, ik vind dit ondersteunt... Kan een punt ondersteunen, want dat betekent nog steeds niet dat hij het heel goed heeft gedaan. Ik vind dingen met data sowieso altijd heel apart. Want dan de eerste seizoenshelft hadden heel veel mensen die discussie van Neres of Lozano. En dan data zei Neres en dan andere mensen zeiden weer Lozano. En dan, maar ik vind op basis van data kan iemand toch niet beter of slechter zijn? Nee, maar ik vind niet dat je kunt zeggen dat deze speler heeft wel verhaal beter gedaan omdat hij toevallig meer keer heeft gescoord. Tuurlijk niet, maar je kan wel laten zien wat een speler goed kan of waar hij in uitblinkt. Ja, tuurlijk. Maar Jan, zei jij nog altijd cijfers voetbal, hoe vaak hij balverlies leidt? Gaan we straks even lekker zitten, Maupie. Er wil iemand weten, de expert goals van Jens Toornstra. Iemand zegt hier, Toornstra had al 44 moeten staan. Klopt, is helemaal waar.
Ik ga het zo even uitzoeken. Komen we er straks op terug. Het grootste probleem dat ik hiermee heb, Jan, is dat schoten uit het verleden niets hoeven te zeggen over schoten in de toekomst. Nee, maar heel veel schoten uit het verleden en heel veel schoten nu wat mooi. Zeggen wel iets. Okay. Nou, ik pak nog een chipje, joh. Want... Ja, ik heb ook chips. Ik ga daar weer, Maar heb jij het niet, want jij... Nou, we pesten allemaal een beetje Maurits, maar... Jij bent de voorzitter van We Pesten Maurits over Twente. Ja. Zou je het leuk vinden als Twente eruit gaat? Dank u wel, maar. Nou... Ik denk wel dat ze bepaalde beleidsdingen hebben gedaan. En de, ja, nee, ja. Maar moet je daar feitelijk kan je niet, zo, kan je niet zo zeggen. Nee, daarom. En dat is niet helemaal eerlijk. Alleen, ik denk... ik gun het alleen de mensen die inderdaad nu nog elke week in het... stadion zitten niet. Alle succes supporters van destijds en... zeker degene die destijds het beleid voerde, die wel. Maar ja, het is moeilijk. Maar dit lijkt me ook niet geschikt om daar ooit van gun je dat. Nee, ja, nee, niemand. Het is natuurlijk verschrikkelijk. En we hebben het ook wel eens gehad over de eventuele lange termijn gevolgen. Van is Twente in staat om meteen terug te komen? Komen ze niet meteen terug? Nou ja, dan ben je wel een mooie grote club kwijt van Nederlands voetbal. Ja, dat denk je dus ook. Ja. En jij was natuurlijk in de PSV, toch? Ja, maar dat stadion is echt... Echt niet normaal. Het is echt mooi. Ik vind het stadion echt mooi. En dat hoort niet in de Jupiler League. Nee. Ondanks dat ik, ja... Nee, want dan wordt het zo'n beetje zo'n... Ja, dat iedereen maar de Jupiler graag uit tegen Twente speelt. Want dat is hun enige serieuze wedstrijd. Ja, maar ik heb wat wel... Wat Mark ook altijd voor ze was, zeg maar, die jaren dat ze in de Jup zaten. Ik heb wel het idee, als die weggaan, komen die ooit nog wat terug. Ja, dat is... En een grotendeel zegt van niet. En, dat denk ik ook niet. Nee, dus daarom moeten we het misschien met z'n allen maar niet hopen. Want ze zijn nu wel... Maar ik denk wel, als ze... geschrokken, ja, maar als ik. Ze na competitie halen, dan blijven ze wel in. De enige manier om te degraderen is direct, want je krijgt, zeg maar, de tegenstander wordt minder... Vanuit de Jupiler League. Ja. Maar die zit wel in een hele andere flow. Want die zitten, zeg maar, met z'n allen positief naar boven te werken. En die mogen dan eindelijk. En zij zitten al een jaar lang in een neerwaartse spiraal. En dan komt ook nog eens deze partij. Jordi, maar ja, Roda heeft het vaak gedaan. Waar heb je een grote rekel aan? Nathan Rutjes of expected goals? Jezus. Ik expected goals. De expected goals van Nathan Rutjes. Ja, nou, als hij daarover begint, dan sla ik hem de tent uit. Nee. Doe even opzoeken. Ben wel benieuwd. Nee. We moeten misschien een beetje afstand nemen van de term haat. Gewoon wat vriendelijker zijn. Okay. Met alle dingen. Pleurenzekel. Hey, dit vind ik een goede in verkiezingstijd, Wef. Ja, nee, maar dat heeft ook wel mee te maken. Want ik zag vanochtend weer wat schofdrugs voorbij komen. Vertel. Nee, gaan we het nu niet over hebben. Waarom niet? Wef, kom op. Nee. Jawel. Ja. Dat was een zekere man uit Venlo. Nee, zeg maar. Nee. Ja, zo'n pak kan hem wel nadoen, maar die... Ja, die debiele partij heeft een spotje op de Nederlandse televisie gemaakt. Dat lust er honden geen brood van. Meneer Rutte. En blijkbaar is er dus geen commissie of zo of iets bij de NPO. En vinden ze dat allemaal goed. Ja, ik vind het heel raar. De islamisering. Maar ja, kijk, laten we het er niet over hebben. Ja. John van der Brom heeft zijn contract met 1 jaar verlengd. ik dacht, je gaat nu de link leggen met... Gaat u de politiek in? We gaan door met het voetbal. De minuut gek. Drie opties bij de pol van FC Afkikken. De 1-jarig contractverlenging met AZ-trainer John van der Brom is een prima deal. Waarom zo kort? Beter een andere trainer. Jordi? Wat is die laatste? Beter een andere trainer. Beter een andere trainer. Jij? Wat? Ja? Nee, maar ik zeg die laatste niet. Dat ze voor iemand anders hadden moeten gaan. Ja. Oh nee. Ja, die pol verlengen. Dat gaat toch gewoon goed? Ik ben wel voorstander om die emotie weg te laten. Dus 1 jaar is gewoon goed. En dan gewoon in overleg. Dus dat je, zeg maar, een optie hebt allebei. Oké, Fef, we geven ook jou een contract hier voor 1 jaar. Dan zeggen we van, bewijs je maar. Ja, maar het is wel John van der Brom. Ik denk dat hij daar zelf ook wel veel zeg in heeft. En dat hij misschien zelf ook wel heeft aangegeven. Nou, 1 jaartje en dan kijken we weer. Ja, dat is ook misschien wel een stukje attractiever voor andere clubs die hem eventueel zouden willen hebben. Dat is toch ook vaak zo met zo'n club. Voor beide clubs toch ideaal? Ja. Ja. Maar het is toch ook vaak zo dat met een club zoals AZ, waar het echt heel goed gaat, dat het dan over een jaar, als misschien spelers die... Nou, vorig jaar was nog... Nee, daarom. Ja, maar dat het over een jaar misschien heel anders is. Als het in goed overleg kan, steeds een jaar, denk ik goed. Kijk, wat stel volgend jaar, aan het eind van het jaar, gaan al die spelers allemaal weg. Ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat dan misschien een andere trainer voor dat seizoen daarop beter zou liggen. Tom wilde wat zeggen. Ik ben nooit gestopt als jeugdopleidingtrainer, omdat ik ieder jaar zeg maar gewoon maar een jaarcontractje kreeg. Ja. Nou, weet je, ik vind gewoon... Kijk, bij Van der Brom vind ik misschien een andere discussie, maar...
geef die gast gewoon vertrouwen. Geef hem gewoon 2 jaar, 2 of 3 jaar. Ik bedoel, ja, maar denk je niet dat hij dat zelf... Maar hoe lang zit hij daar al? Hij zit er echt al lang. Hij heeft een aantal pieken, maar hij heeft ook een aantal dalen, hoor. Want was het 2 jaar geleden, wou ze hem toch ook gewoon uit. Vorig jaar. Lyon, ja, was dat zo. 10-1. Ja. Maar over vertrouwen gesproken, want jouw club heeft dat gedaan. Bij een nieuwe iemand die hoofdjeugdopleidingen. Zeker, bij Willem II. Die heeft gezegd, geef mij 8 jaar. 7. Als het niet werkt, dan is het mijn fout. Bastiaan. Ja, geef me 8 jaar. Wat... Ja, goede onderhandeling. Nou, hij zei, geef me 15 jaar. Zei ze, nou, dat lijkt me een beetje veel. Zei Bastiaan, nou, doe dan maar 8. Dat is toch ook, dat is niet echt een businessbeslissing. Nee. Maar er is toch wel een verschil tussen iemand die eigenlijk beleid moet maken voor de lange termijn en iemand die op de korte termijn wordt afgerekend? Ja, maar als ik nou dag 1 bij jou naar binnen was gestoken, jij zei van, nou joh, ik heb een paar leuke tweets gezien. Ik denk, misschien doe jij het leuk. Zeg, ja, als we nou 8 jaar een samenwerking hebben, denk ik dat ik op het eind misschien wel wat kan. Maar dan zit je dus 7,11 jaar. Maar moet je even nagaan hoe lang we erover hebben uitgesteld tot we jou een contract aanboden? Nee, dat doen we terecht. Maar ja, dat is ook raar. Ik denk dat wat de AZ is gebleken, is dat... Goed, Van der Brom is een motivator en alles. Maar heel belangrijk is de man die ze nu als tweede man hebben. Vorig jaar Dennis Haar. Nou, dat liep niet zo als je een beetje de spelers hoorde. Die had vaak geen idee. Dit jaar hebben ze daar Arne Slot neergezet. En die combinatie werkt gewoon heel goed. John van der Brom. Bijna nooit. Wat zeg je? Nee, het is een stokpaardje van velen dat het Arne Slot zit. Nee, maar het succes. Nou, het succes. Je ziet meer het verschil. En ook als de spelers die wij in de show hebben gehad. Maar het is niet dat ze vorig jaar 12e werden, toch? Nee, maar vorig jaar was er wel echt veel te doen. Ze hebben een maandje hebben ze het kut gehad. Nee, maar ook gewoon binnen die selectie. Met Lyon. En als je met Lyon, ja. Nu die spelers ook spreekt, dat het is natuurlijk schrijnend om te zeggen dat ze dit jaar zeggen, we hebben wel een idee. Klopt, maar in feite maakt het dus ook heel weinig uit hoe ze dus uiteindelijk presteren. Inderdaad, ze doen het nu wat beter dan vorig jaar. Maar je kan dus wel zeggen van ja, linksom of rechtsom doen ze het dus sowieso wel aardig. Want vorig jaar hielden ze zich ook goed staande. Nu komen ze wat dichter bij de top dan vorig jaar. Maar ja. Tegelijk moet je dus ook de credits aan Van der Brom geven. Okay. Gaat Roel ook nog wat zeggen? Of is hij figurant? Raoul, gaat Icardi naar het WK? Chief van de kast. Gaat Icardi naar het WK? Chief van de kast. Nee? Nee. En vind je dat verstandig gezien zijn band met Messi en de zijnen? Of vind je dat echt kut? Ik vind het wel kut. Omdat ik wel denk dat Icardi het heel zo goed zou doen op het EK of WK. Omdat het ook gewoon echt een fantastische spits is. En dat is niet alleen omdat ik Interfan ben, maar puur als je kijkt naar statistieken die jarenlang... expected goals Icardi. Pak hem net wat erbij. Ja, het is zonde. Maar je hebt ook niks te zoeken tegen Aguero en Higuain. Hij kan wel mee. Ja, om op de bank te zitten. Niet eens. Ja, ik zeg niet dat hij eerst spits moet worden, maar ik zou hem op zijn minst meenemen. Dat zeg maar wel dat jij een echte PSV'er bent. Als je liever Higuain hebt dan Icardi. Ja, ik weet niet, maar Higuain, ik kijk nooit Serie A. Higuain is ook geweldig, maar ik denk dat je aan een Icardi meer hebt in je ploeg, als het niet Juventus is, dan aan Higuain. Maar als ik dan aan Argentinië denk, en aan alle spelers die ik dan al meteen zou denken, ja, moet, dan komt Icardi daar niet tussen. Nee, maar dat komt omdat jij geen Serie A kijkt. Die maar Higuain is Eurosport trouwens. Huh? Higuain denk ik dan weer wel aan. Ja, maar waarom? Omdat hij ooit bij Real Madrid heeft gespeeld. Ja, dat denk ik of zo. Dat is in mijn ogen. En omdat ik toevallig laatst... Icardi heeft dat bij Real of bij Barcelona gespeeld, dus ja. Maar zeg maar ter indicatie, het verschil is dat Icardi is een spits die een hele ploeg draagt. Want zonder hem stort Inter altijd in en die maakt heel veel doelpunten. Hij geeft ook heel veel assists. In zijn eentje. Ja, en Higuain is zeg maar een soort van waar iedereen zijn toevoer op richt en die schiet hem er wel in. Ja, maar hij doet ook, zelf niet zo dat veel. Heb je in Argentinië toch ook nodig? Of ja, ja, ik bedoel, je hebt geen spits nodig die het hele team draagt, want Messi staat ernaast. Bij Argentinië heb je gewoon 10 man nodig die buigt voor Messi. Ja. Dat meer heb je niet nodig. Ja, maar ik denk dat daarom ook fout gaat bij Argentinië, toch? Omdat het zijn 10 spelers die ernaast Messi staan en ze proberen het een soort van om Messi te laten draaien. Maar ik denk niet dat dat werkt op een moment dat je niet 7 dagen per week aan het trainen bent om alles op Messi te spelen. Zo. Nee, maar dat denk ik. Ik denk dat de medespelers zijn te goed om te zeggen van, nou ja, jongens, weet je wat ze gaan doen vandaag met z'n allen? We gaan met z'n allen verdedigen, geef alle ballen maar aan Leo. Ja. En dat irriteert ze, want die spelers zijn gewoon te goed. Adiero is te goed. Dybala. Di Maria is te goed. Dybala. Ik denk dat Dybala en Messi dat niet klikt samen. Dybala wordt al lastig omdat hij zich daarover heeft uitgesproken. Volgens mij zat hij de laatste keer niet bij.
En dat is elke keer, of het komt door Maxi Lopez. Ja, maar dat is allemaal vriendjespolitiek. Want Maradona, of het is Icardi die is, of Messi is tegen Icardi. En Maradona is tegen Icardi. En de schoonzoon van Maradona is weer Aguero. Dus die is er ook weer gebaat bij. En Maxi Lopez, waar het hele gedoe met Icardi ontstaan is, dat is weer een vriend van Messi. Omdat verschrikkelijke wijf van een Wanda. Ja. Dat is toch wel een verschrikking. Ja, vind ik ook wel drie keer niks. Jullie een leuk verhaal over Icardi? Nee, dus, is het eraan? Ja. Dus Icardi en Wanda? Ja. Is nooit uit geweest. Jongens, Rob heeft een goed verhaal over Icardi. Ze zakenwaarnemer. Vind ik al niet leuk. Kom maar. Vorig jaar ben ik met Nike naar Londen geweest. Verdomme zeg. En wij werden samen uitgenodigd. Maar Raoul, je had iets waardoor je niet kon. Je had een snabbel, toch? Nee, nu. Nee, ik had stage toen. Ja, of iets, je kon niet in ieder geval. Maar dat was de eerste week van zijn stage. En dat was voor een lange termijn gepland. Toen kwam Raoul erachter dat hij uiteindelijk wel kon. Dus hij naar die meneer van Nike van, oh, ik kan toch mee. Ah, sorry, nu is het te laat, dus Rob gaat alleen. Ik ga daarheen. Wie zit er? Mocht ik in zo'n kamertje waar vier spelers zaten. Ik wist eerst nog niet eens wie. Nou, ik ging naar Benteken toe. Want het was uitgeloot, dus ik zat bij Benteken en mocht hem interviewen. Toen keek ik naast me en dacht ik, oh verrek, was dat Icardi? Dus anders had Raoul Icardi mogen interviewen. Dat konden ze gewoon regelen, maar ik zei, ja, ik hoef Icardi niet te interviewen, Benteke is prima. Ja, maar hij had gewoon Icardi mogen interviewen. Ik heb ooit een half uur naast Netty gestaan, toen reageerde Raoul precies zo van. Ja, en toen werd hij helemaal, en dus ik allemaal Snapchats maken van Icardi, jongen, allemaal. Ja, dat was mijn verhaal, ga maar door met programma. Was je ook niet met Nike? Ik draag alleen maar Adidas. En zo Azina. Ja, zeker, sowieso. Ja. Azina. Ja, oh my god, wat mee? Ja, dat was de eerste keer dat ik jou zag, was dat in Parijs. Leuk was dat, hè? Ja, was een goed. Leuk. Toen was ik nog 15 of zo. Wat is je? Hey, maar is Argentinië niet de grote outsider voor het WK? Nee. Nee. Geen kans? Nee. Nou, geen kans vind ik een groot woord, maar... Ben ik het wel mee eens. Wordt... Van Xavi? Ja, ben Xavi ook. Ja, ik ook. En met Ronald Jager ook. Beter zoekt even afkick een betere presentator dan Nieuw. Ja, het ging net over 8-jarige contracten, maar mijn was maar voor 7, dus ik heb hem niet geaccepteerd. Kijk, ik kom even boven. We moeten het hebben over, want dat zeggen mensen dat we het over randzaken hebben, over de loting voor de Champions League. Hé, hey, doe even leuk, ik heb hem nog niet gezien. Echt niet. Hey, doe even leuk. Nou, kijk eens hier, doe eens leuk. Kijk eens aan. Oeh, Barca Roma, oké, nice, die zijn door. Oeh, City Liverpool. Real, ja, Real City. Ja, maar iedereen die ik ken, of iedereen die ik van heb gezien, die zegt precies hetzelfde. Mag ik dan iets zeggen? Ja. Barca, Bayern, Juve, Liverpool. Liverpool gaat City, omdat City zoveel beter is, daar gaat iets gebeuren wat niemand... Weet je wat, dat is de onverwachte van, hey, dit zag niemand aankomen, dus daarom zeg ik. Ik weet, vrij recent heeft Liverpool City helemaal kapot gespeeld, hè? Ja. Nou, wit 4-3. Kapot gespeeld. Nou ja, die twee doelpunten in de slotfase. Liverpool maar ik denk over echt... Ik zie dat wel gebeuren, dat City gewoon een beetje in slaap sukkelt. Ik zet 1000 yen in op Barça, Bayern. Dat is 3 cent. Juve. Yen? 7 euro, man. Oh, zo. Ja. Ja, nee, Real gaat echt wel winnen van Juve. Ik denk het niet. Gewoon en ik geloof me, ik hoop heel erg dat de Italiaanse clubs het goed doen in de... Ja, natuurlijk wint Real dat wel. Maar Liverpool, ik denk echt dat Liverpool City, dan ga ik toch voor Liverpool. Als ik dan een gokje moet nemen omdat het anders saai is, dan is dat wel mijn... Ja? Ga je tegen Pep? Real Pep? Ja. Maar... Jouw Guardiola ga je er tegen? Ja, ik zeg ook niet dat ik het hoop. Ik zeg dat ik het denk. Ik hoef normaal gesproken alleen maar Pep Guardiola te zeggen. En dus... Heb ik al stijven. Ja, precies. Oh, ja, dan ga ik. Hey. Hij is weer wakker. Nee, ja, oké. Okay. Real wint. Natuurlijk wint Real van Juve. Maar Liverpool City, dat... Nou, ik lijkt me best grappig als Liverpool dat opeens wint. Dat verwacht niemand. Ja. Ik wel, dus ik heb het hier gezegd. Natuurlijk ook wel redelijk in het verleden bewezen. Gewoon naast de competitie ineens op een hoog podium wel gewoon goed kunnen presteren. Ik hoop het vooral. Ze zijn wel redelijk in vorm wat dat betreft. En ondanks dat ik misschien niet helemaal qua Premier League hype meega, vind ik wel dat als zij dus in een ander toernooi tegen elkaar spelen, is dat wel meestal vuurwerk. Ik vind wel als Real... Vind ik een van de weinige leuke als twee Engelse ploegen elkaar treffen in een Europese... Ja, dat sowieso. Als Real nu doorgaat, dan hebben ze wel echt... die hebben wel een zware loting gehad. Aan de andere kant vind ik het ook zonde dat Liverpool City nu deze ronde is, in plaats van later bijvoorbeeld. Ja. Als dat een halve finale was geweest, maar het gewoon... Je kan wel zeggen dat als Real Madrid dit doorkomt, dan mogen ze Zidane natuurlijk nooit wegsturen. Want dan heeft hij natuurlijk wel... Heeft hij een slechte fase gehad in de competitie. Maar dan heeft hij Paris gepakt. Heeft hij Juve gepakt. En dan ben ik benieuwd wie ze af gaat stoppen. Mag ik even tussendoor je vragen? Wie is Max van Dongen? Zo?
Ja, die heeft serieus een nieuw record neergezet in de chat met hetzelfde bericht. In de chat. Rob, Chicky Verslinder. Maar dat heeft hij wel gelijk. Maar dit is waar. Ja, hij, maar gewoon. Ondanks dat hij 20 keer zei. Moet je na carnaval op straat om zijn te komen? Kunnen ze niet meer lopen? Maar Rob, hè? Is het bij de Europa League wat spannender, Vef? De loting? Klik hem even door, kan ik hem zien. Is het bij de Europa League spannender? Ja, maar het is al jaren in de Europa League spannender en ook gevarieerder en ook daarom. Oeh, dit is leuk. Misschien iets leuker. Dit is leuk. Leipzig, Marseille, Arsenal, CSKA, Atletico, Sporting en Lazio, Salzburg. Okay, dat is wel de meest leuke loting. Jean-Paul, ja. Ja, jouw vier ploegen die doorgaan. Ik zeg Leipzig, Arsenal. Nee, deze opnieuw inzetten. Mag erbij. Leipzig, de drie ploegen, vier ploegen links. Ik hoop dat Marseille doorgaat, maar ik denk dat Leipzig gewoon beter is. Heel simpel. Ja. Arsenal moet het toch tegen CSKA wel lukken, want CSKA wint bij Lyon, maar is niet zo'n denderende ploeg. Atleti tegen Sporting lijkt mij geen match. En Lazio moet dat ook wel kunnen tegen Salzburg. Ik ga met je vragen, wie... Ik ga voor het hele rechterrijtje dan. Welke spits daarom is win jij nooit. Geblesseerd bij CSKA? Ah. Sorry? Welke spits is er geblesseerd? Nee, dat is niet bij CSKA. Wat zeg je? Dat is niet bij CSKA, dat is bij Zenit. Nee, omdat Pontus Wernbloem daar nu in de spits staat. Ja, klopt, ja, dat is wel bijzonder. Huh? Er moet dus iemand, neem ik aan, geblesseerd zijn. Ze hebben Wagner Lol verkocht, dat is het. Maar ze al heel lang geleden. Ze hebben Vitinho. Dat weet ik toch, maar ik heb gewoon geen idee, Rol. Dat klinkt nog een beetje. Vitinho, maar die speelde. Moussa, die speelde ook, maar niet in de spits. Ik heb het kaartje bij de UEFA ook gezien. Daar zetten ze hem inderdaad neer als linkerspits. Maar Kees, onze eigen Kees Kwakman, gisteren bij Fox, die complimenteerde Pontus met een echte spitsengoal. Oh, maar hij speelde die ook echt vol in. Dus daar denk ik misschien... Was Pontus Wernbloem de man die niet naar Rusland wou en toen zei van, ik noem gewoon een idioot bedrag en als ze ja zeggen... Pontus' contract liep af en die zat daar natuurlijk met Rasmus Elmer. En Rasmus die had last van zijn maag en is teruggekeerd naar Zweden om met zijn broers verder te voetballen. En zijn contract liep af. En die wilde eigenlijk niet blijven. Want ja, er was geen andere. En na een tijdje heb je Moskou ook wel gezien. En, die heeft zijn contract verdubbeld bij de onderhandeling. En toen heeft de club ja gezegd. Hij zei van, ik noem een bedrag waar ze toch geen ja op zeggen. Dat heeft hij gedaan. Zei ze, ja, nee, maar letterlijk de verdubbeling van zijn vorige contract. Heb je ook altijd zo'n dubbel gevoel? Had ik meer moeten vragen? Ja, dus... Dat vind ik misschien wel een van de leukste Skype-gesprekken die we ooit hadden gehad met EK 2016. Pontus Wernbloem. Die in de slaapkamer lag. Of naakt in bed, toch? Of naakt. En Zlatan wilde binnenkomen om te gamen. En dat waren ze een beetje aan het doen. Want ja, Zweden deed natuurlijk niet zo goed op het EK. Maar die half slaap... Slapend in zijn hotelkamer. Weet iemand of het waar was dat Zlatan? Ik zag laatst een dingetje voorbij komen. Ik heb niet doorgeklikt. Of die zei van, ik mis het toch wel een beetje Zweden. Ik was er toch wel een beetje bang voor dat hij afscheid had genomen. En dan bij plaatsing, dat hij dan toch ineens gaat doen van... Oké, ik pak hem nog wel even mee. Ja, slapen is geweldig. Maar ik vind dat soort dingen altijd, dat doet hij sowieso met een voorbedachte raden. Dat, ja... Weet je, en dan vindt iedereen weer een held dat hij dat zegt en zo. Maar als die speelt lastige pool, ik gok het niet, hebben ze het toch gehaald. En dat hij nu denkt van... Ik denk niet eens dat hij Zweden heel veel beter maakt. Ik denk dat hij het beter maakt, maar hij speelt nu niet. Dan is het lastig verkopen. Ja. Ja, maar dan is het toch hetzelfde idee als met Argentinië met Messi. Dan heb je toch Zlatan en 10 mensen eromheen. En nu was het juist dat hij niet speelde. Dat is natuurlijk wel bij Paris Saint-Germain. Die zijn niet slechter gaan voetballen zonder Zlatan. Alleen, je moet wel 40 goals in één keer wegschrijven die je dan ergens anders op moet vangen. Maar Cavani kwam een eind. If I want to, I'll be there. Manchester United strikers Zlatan Ibrahimovic opens to sensational Sweden return for World. Ja, nee, gaat ze niet doen, toch? Ik denk dat als Zweden een beetje eer aan zichzelf laten, dat ze ook niet doen. Ja, vooral aan de rest van de jongens. Want ja. Ik denk dat ze hem echt dankbaar zijn geweest al die jaren, maar dat ze ook gewoon ontzettend prettig vonden dat hij blij te was. Ja, het legt wel een bepaalde druk op zo'n team, inderdaad. Maar het wordt wel mooi op een gegeven moment. Stel dat hij dit echt serieus gaat doen. En de media gaat zich er een beetje bij bemoeien. En stel Zweden, hè, op weg naar het WK, verliest wat oefenwedstrijden. Hoe sterk zo'n bondscoach dan is? Niet. Nee? Nee, ik denk door bewezen diensten dat hij gewoon... Als hij dat social media-wise, news-wise goed speelt... Dan kom je daar bijna niet... Ja, dan moet je wel... Het is ook lastig, zeg maar, omdat Zweden niet echt een kanshebber is voor het WK. En dat ze dan met terugwerkende kracht zegt, als je de pool niet doorkomt... Ja, godverdomme, had je hem Zlatan opgeroepen. Ze zit een beetje in een lastig pakket. Maar ja, als je bal hebt, dan hou je hem niet terug, denk ik. Nee, inderdaad. Nee, zeker. Eredivisie, of zullen we eerst amateurvoetbal doen?
Amateurvoetbal. Amateurvoetbal. Laten we even kijken naar de vrienden van FC 1x2. Vorige week hadden ze vrij. Dat was eigenlijk weer 2 weken geleden. Toen was er sneeuw in heel Nederland. Zelfs West 2 werd afgelast. Maar afgelopen week waren ze in Zuid-Limburg. We zijn dus beland bij derde klasse RKFC Lindeheuvel-Heidebloem combinatie die het gaan opnemen tegen Halen. Wat de titel staat op het spel vandaag, toch? Ja, als je nog wat wil doen voor mee te doen in die titel en hebben 2 wedstrijden minder gespeeld, ja, dan moet je vandaag gewoon winnen. Dames en heren, de eerste prijs in levensmiddelenmand is gevallen op lot nummer 441, blauw. We zijn fantastisch waar we ontvangen. Lekker, we kregen vlaai erbij en alles. Had je dat even speciaal voor ons geregeld? Nee. Je bent in Limburg, ja. Dat is wat gebruikelijk, hè, dat je vlaai kreeg. Ik zeg Limburger. En die bal gaat er net niet in, wil je nou weten? Het mooie is, er staan hier 3 man op om... Vef gooit een fles wijn op. Even, hè, terwijl wij naar dit filmpje zaten te kijken, of de mensen thuis. Wat gebeurde er, Jean-Paul? Ja, Jordi had een fles wijn in zijn dode hoek staan. En, ja, dankjewel. Die ging om en toen sprong iedereen op zijn Snapchat story te helpen. Ja, maar wat is zijn Instagram? Zijn Instagram. La Fef. Oh, heeft hij weer een andere allemaal. Maar de grote vraag is, heeft FC 1x2 ervoor gezorgd dat ze weer een niveau omhoog gaan? Je kan de hele video's checken op ons YouTube-kanaal. Ondertussen is Fef afwezig. We zoeken even een vrijwilliger die er even bij komt zeggen. Ja, Robbie is bezig met zijn Insta. Zou ik dat is een influencer, hè? Dan moet je ook... Ja, maar kijk, je kunt het niet zien, maar het is echt... De fles had nog vol, volgens mij. Maar het was wel leuk. Serieus, deze geur ook hier op deze positie is echt niet te doen. Zo zoete walmen door de studio heen. Ja. We hebben 2 Brabants aan de overkant, prima. Nou, dan eindelijk een fatsoenlijke uitzending. Nou, nu zit toch Willem 2 PSV naast elkaar. Ja, we hebben hem toch ook geholpen. Hij mag wel blij met ons zijn. Oeh. Okay. Blijf in de competitie dankzij ons. Ja? Of hoef ik geen na-competitie te spelen dankzij ons? Als Reinier Robbenmond het nou goed doet, moet hij dan ergens volgend jaar anders hoofdtrainer worden? Nee, tuurlijk niet. Misschien pas op mijn schoenen. Dat geluid. Zo, dat die geur ook van die wijn. Die zoekt de walm. Jezus. Nee, hey. Dat mist er. Wat is loos bij Willem 2? Ja, wat is loos bij Willem 2? Weet je, we hebben tegen alle degradatiekandidaten hebben we 5-3-2 gespeeld en hebben we 0 punten gepakt. Uit Sparta, thuis NAC trouwens gelijk. Maar ja, weet je, iedere keer 1 punt schiet natuurlijk ook niet op. Nee. Weet je, het is letterlijk het angsthazenvoetbal. Of hoe noem je dat? Scheidbakkenvoetbal. Kut verweek. Ik hoop dat hij tegen dicht. Nee. Huh? Dat had ik gezegd over PSV. Heb je dat al gezegd? Verweek toch? Met zijn ja, kloten. Wat? Allemaal glas hier. Ah, godverdamme. Kom eens met de doekje terug. Spuigaten. Nee, maar Willem 2... Eerst nieuwe patas. Willem 2 heeft niet per se een hele slechte ploeg nieuw. Nee. Alleen, ik vind die Sol echt goed. Op het moment dat je 5-3-2 blijft spelen tegen ploegen die er eigenlijk ook niet zoveel voor kunnen, weet je, dan moet je iets meer... iets meer je aanvallende intenties tonen. Willem 2 is gewoon een trots publiek. Weet je, wij willen gewoon aanvallende voetbal zien. En wij gaan liever strijden ten onder dan 5-3-2 en geen kansen creëren. Nee, absoluut. Ondertussen lekker, Robbie. Oh, het gaat stikken. Dan gaan we maar met deze jongens het Eredivisie vooruitblikken. Oh, dit is echt niet normaal hier, hoor. Als we het kaartje kunnen kijken. Kijk, vanavond de zo, kraker. Er ligt ook een hoop, joh. Ja, dit is echt Woudestein. Snolle diesel en designerpatas. Een vuurtje erbij. En, Excelsior, ADO Den Haag. Ja, ik zeg ADO. Of moet ik niet voorspellen? Ja, maar je mag zeggen. Ik had volgens mij ADO gezegd. Ik had gelijk spelletje. Wat denk jij? Excelsior. ADO doet het goed, man. Gelijk. En jij? Ik denk Excelsior. Nou, weet je wat het stomme is? Excelsior pakt voornamelijk de punten buiten het huis. Maar het zou wel lekker zijn, want als we naar de stand kijken, als we daar even naar kunnen switchen. Staan toch 2 punten boven elkaar of zo? Kijk, want het wordt heel interessant. Dan gaat Excelsior over ADO heen. Die haakt eraan bij de play-off plekken. Ja. Het zou toch... Kijk, voor Van der Gaag als afscheid in Rotterdam zou het fantastisch als hij überhaupt aan die play-offs meedoet. Nee, op bizar, als Excelsior de play-offs haalt, dat is wel heel, heel knap. Ja. Maar voor ADO eigenlijk ook toch wel. ADO zeker, ja. Want daar was... Ik zou daar eerder een Heracles verwachten. Die assenpoester, daar ligt nog wat. Ja, goed. Laten we teruggaan naar de wedstrijden van dit weekend.
Morgen natuurlijk Maurits tegen Ton. Twente tegen Willem II. Dat wordt een hele slechte wedstrijd. Lijkt, die zou ik niet kijken. Zo'n dooie 0-0. Zou ik echt niet kijken. Ik denk Twente. Nee, en dan Rob tegen de Seun of God. Of tot 4-4. Seun of God. De wat? Seun of God. Wat is dat? Wat Seuntjes. Ralf Seuntjes. Ralf Seuntjes. Met Ralf Seuntjes. Ja. Wat een simpele dit. Ja, wordt een hele simpele? Nou ja, niet... Misschien wel dat iedereen weer gaat zeiken dat het niet geweldig was, maar wordt wel gewoon 3-0 of zo. VV is toch best taai. Maar Rob, hoe kijk je daarnaar? Kijk, er is nu al 100 jaar is er gezeik op het spel van PSV in thuiswedstrijden. Hoe ga jij naar huis na een avondje PSV VVV 3-0 gereed dan? Hoezo is er nou al 100 jaar gezeik? Dat is mijn vraag aan jou. Kijk, het stadion ligt naast straten. Ja, dat is wel water uit. Ja. Ze hadden, dus je bedoelt, hij krijgt het dan niet mee? Nee. 3-0, prima. Dan ga je gewoon zelf zuipen. We hadden het er net nog over bij FC Eindhoven hoe dat ging. Ja, nee, ben ik helemaal niet eens. Nee, maar kijk, jij zegt al, wat zei je nou net? 10 jaar niet aan te zien thuisspel. Maar nee, maar dat is de kritiek vaak, hè? Voor Heerenveen hadden ze toch 30 wedstrijden achter elkaar niet eens gelijk gespeeld. Nee, maar dat is mijn punt. Dus zeg maar PSV, VVV thuis kan je altijd invullen 3-0, bij wijze van spreken. Ja, VVV heeft maar het is nooit overdreven sprankelend. Hoe kijk je, want nou, er is altijd van buiten Eindhoven is daar heel veel kritiek op. Van het is niet leuk en het is behoudend. Hoe kijken jullie daarna als PSV is naar? Ik vind als supporter zelf kijk je toch nooit zo. Als in, nee. Kijk, als het echt dramatisch is, maar ze kunnen ook wel heel goed overdrijven. Onzakelijk 3-0, prima. Ja, maar kijk, bijvoorbeeld tegen Utrecht zat iedereen ook te zeggen van je hebt geluk dat je goed wegkomt. Maar ik zie daar Zoet een geweldige bal pakken waar iemand anders zegt, ja, ik krijg gewoon recht op hem af. En ik zie vervolgens een prachtige goal van de Jong waarin hij zegt, is geluk. Ik zie een geluksgoal van Ramselaar, oké, ben ik het mee eens. Maar uiteindelijk win je gewoon 3-0 van Utrecht. Dan is het toch gewoon uiteindelijk heel goed gedaan. Ja, oké. Okay. Nee, precies. En ja, dan, je kunt altijd wel wat zeiken als je daar zin in hebt. Maar... Zo. Ja, en het is ook elkaar een beetje napraten op een gegeven moment toch over PSV. Ja, toch. En dat gaat dat met Verbeek over dat scheidbakkenvoetbal. Dat was niet zwaar. Het is meer dat inderdaad door dat soort opmerkingen wordt het met de week slechter. Terwijl het wel meevalt. Ja, oké, nu was het een keer heel slecht. Maar... Neem die wedstrijd van Twente als voorbeeld. Volgens mij ging PSV in de eerste helft 3 keer alleen op de keeper af. Nou, die misten ze alle 3. Ze maakten dan wel de 1-0 heel snel. Dan gaat Verbeek zeggen, tweede helft, oké, trok PSV zich terug, klopt. Maar Verbeek moet blij zijn dat hij in de rust niet met 4-0 achter stond. Zo kun je altijd wel. Je hebt nou altijd 2 kanten, maar ik vind dat ze wel heel erg kunnen overdrijven over hoe slecht het is. Maar dat merken we aan me. Ja, dat vind ik ook. Ik word een beetje getriggerd erdoor. Ja, ik denk van, ja, het is ook een keer goed, hè. Ja, maar kijk hoe je ervoor staat. Ja, ik bedoel... Als PSV het was... nou nu zou, zeg maar, niet zo flitsend zou voetballen en ze zouden 5e staan, ja, dan heb je dus helemaal niks. Ja, kijk, Jordi zit daar en Jordi wil vermaakt worden. En dat is zo'n fan. Ja, maar ik weet niet of het nu nog daarom is hij ook bij ons. Ja, hij vermaakt ons altijd zeer. Ik weet niet hoe het was na die wedstrijd tegen Willem II. Maar voor die wedstrijd tegen Willem II stonden ze ook nog op een puntenrecord. Dat ze over het puntenrecord alle tijden heen zouden gaan. Ja. En dan is het wel elke keer gezeik dat het slecht is. Maar het is wel een van de succesvolste seizoenen ooit. Hey, ik weet niet of dat nu nog steeds is. Jezus. Oh, Jordi. Is hij echt zeik is nat bij mijn voeten, jongen. Dat is echt een drama. Ja, nee. Mijn schoenen dan. Is toch wel iets... Ja, misschien ben ik er alleen in, hoor. Misschien is het helemaal niet... Michiel de Hoog schreef ook een column over het Nederlands voetbal. Oh. En ja, de dingen die altijd worden aangedragen... Het lijkt, zeg maar, in het nieuwe voetbal... nul rekening gehouden te worden met entertainment. Want alle trainers in Duitsland die van de nieuwe generatie zijn... en het hartstikke goed doen, tuurlijk, wel pure prestaties... Allemaal niet denderend leuk om naar te kijken. Ik had van de week een stukje uit een artikel van ESPN gepakt over Tedesco. Dat was eigenlijk een soort van ode, of tenminste een soort complimentenregel. Als we hier allemaal mogen geloven, is het door dankzij Tuchel ooit ontstaan, toch? Dat zij allemaal een kans hebben gekregen. Nee. Die gaf het vorige week aan, toch? Bij Mainz. Ja, maar Klopp was eigenlijk al van die recht. Hey, maar ik bedoel, Tuchel was het stokpaard voor nog naar beneden. Voor laptop, ja. Maar dat is toch niet vermakelijk voetbal wat hij heeft gedaan met Dortmund? Bij Dortmund? Ja. Nou ja, bij Dortmund redelijk. Alleen, ja, totaal geen people's manager. Nee, maar ik bedoel, als we qua vermaak, bedoel qua entertainment, dat punt. Ja. Dan was hij toch wel, voor mij kon je wel prima vermaken. Niet zoals Klopp, maar wel af en toe wel vermakelijk. Maar dan heb je natuurlijk ook een hele goede selectie. Dat is dus zeg maar, sommige mensen vragen het wel, van is jouw eerste punt bij voetbal, is dat entertainment? Ja, voor mij wel. En dat geldt morgenavond ook bij jou trouwens, 5 uur. Ja, maar dat... Nee, maar gewoon ja of nee, niet... Ja, maar die wedstrijd heeft die entertainment waarde van zichzelf wel, dus ja? Of het nou heel slecht is of heel goed is... Gewoon niet om aan te gluren is, maar...
het wordt 1-0 voor Galla. Ja, maar dat is het gekke, want zo'n wedstrijd kan niet om, niet om aangegluurd zijn. Want dat zit nou, je te, beleef je te intens. Ja, nee, natuurlijk, maar jij hebt niet datgene wat ik heb morgen bij die wedstrijd. Nee, normaal hebben we het altijd en wel. En je hebt in Nederland al geen club en dan heb je een soort van Celtic, wat met twee vingers in de neus al 12 jaar wint. Dus je kent die emotie niet. Boston Celtics. I've been a wild rover. Nieuw met die ik ben wel echt. Het zou heel vind mooi zijn. Je, vind je dat niet? Want nee, je bent natuurlijk wel iemand die zijn mening waardeert. Weet je, ik word juist alweer scheidsziek van dat iedereen PSV belachelijk loopt te maken over hoe ze voetballen. Oh, Fritje Philip. Nee, okay, maar dat er zit gewoon een jukebox is daar gestart achter. Elke 10 seconden komt er een ander liedje uit. Oh, Mario. Hey, maar dat, ja, weet je, we moeten ze kappen met. Weet je, ja, dat. Ja. Ja, maar het wordt snel napraten en vervelend en te breed uitgemeten en erger gemaakt nog dan dat het is. Alleen hebben wij natuurlijk wel voor Gert-Jan Verbeek vaak aangegeven dat de entertainmentwaarde in Eindhoven niet hoog ligt. En als zij dat zelf prima vinden, dan is dat prima. Ja, ik spreek niet voor iedereen, hè? Huh? Er zullen vast wel mensen die er niet mee eens zijn. Ik denk vooral ouderen. Nee, maar als ik naar mijn vader al kijk, die zit dan van, die vindt het dan al. Bijvoorbeeld, ja, die wil ook wel wat zien. Dat is misschien ook wel een beetje tendens. Misschien is dat wel iets. Kijk, jouw vader heeft PSV de Europa League nog. Dat is met Ajax natuurlijk ook, weet je. De oudere supporters die. Die kijken misschien wel een heel andere beeld. Links binnen en een links buiten. Ik wil 2-3-5. Maar die schoenen met zo'n bult vol. Maar dat is ook een ding van. Ja, wij zijn nog alleen maar van als we maar kampioen worden. Maar. Een keer tweede ronde Champions League. Dat is heel mooi, want dat verschilt heel erg onder support. Fev wordt liever tweede met heel aantrekkelijk voetbal dan dat hij kampioen wordt met lelijk voetbal. Oh nee, maar dat is wel. Nee, en, maar dat vind ik wel dan echt, kampioen met lelijk voetbal. Wel echt ja, terecht als dat. Mensen van niet-topclubs zeggen tegen maar je lult uit je nek. Dat begrijp ik echt wel. Maar als jij voor een topclub bent en heel veel titels hebt gepakt in je historie, dan mag dat echt wel gepaard gaan met leuk voetbal. Anders kan niet meer gestolen worden. Echt? Ja. Nee, man. Dus kan het? Jij wil zeggen als enorme winnaar op het voetbalveld. Jij gaat overlijken, zelfs met Diemen 2. Maar de gevolgen... Fef, komende zondag met sprankelend voetbal met 2-1 ten onder bij Fenner? Of met een gestolen eigen morgen, goal in de laatste uur. Minuut? Morgen 5 uur. Ja, maar Erdogan op tot die wintertijd afgezakt. Nakatomo, hat-trick. Huh? Ja, Nakatomo, hat-trick. Je weet het. God, non, you. Waar kies je dan voor? Silver Beast. Nou, die speelt natuurlijk goed bij Galla. Voor die lelijke overwinning. Nee, oké. Snap je dat ik het zo moeilijk vind? Als ik jou bezig zie met spelletjes of als we aan het voetballen zijn, ga je echt dan denk ik zo'n Fef, doe ze rustig. Nee, uiteraard. Maar het ligt veel breder. Want als je bijvoorbeeld kijkt, Galla is kampioen geworden met een heel matig elftal en met geluk een aantal jaar geleden. En toen stond de Champions League voor de deur. Dus dan denk ik van, nou ja. Ga in dat geval, maar niet naar de Champions League. Want dan ben je gewoon, je was nou ja, aangeschoten wild. Arsenal, Dortmund, zelfs voor Anderlecht werd er 2 keer verloren of 1 keer verloren. Ja, het was echt pijnlijk voor woorden. Dus dan moet je ook wel een beetje inschatten van wij hebben er gewoon niks te zoeken. Volgend jaar lijkt het me ontzettend leuk om weer Champions League te spelen met deze ploeg. Ja. Wie staat er in eerste? Veener? Nee, Galla. Heeft Galla wel directe plaatsing als eerste worden? Of is dat hetzelfde als Nederland? Nee, nog wel. Nog alleen de kampioen directe plaatsing. Ik zag dat PSV waarschijnlijk, of de kampioen van Nederland. Vanuit alle PSV. Ik een plaatje opschuift, hè? Maar 1 voorronde in plaats van 2. Dit wordt mijn Dries Mertens, jongen. Dit ga ik even los. Maar dit is een Dries Mertens, joh. Ja, ik moet oppassen. Ik heb het nu al gezegd, hè. Dit is wel erg, hè. Is er een mail uitgegaan onder het, zeg maar, onder de medewerkers van PSV? Ik heb het ook al een paar keer wel gezegd. Want ik vroeg, mag ik het benoemen, zeg maar dat ik hem zelf terugkrijg, wil ik niet. Maar dat ik hem een soort van zeg, van wat wil je heel graag nog doen, moest ik in een video zeggen. Toen zei ik een kampioensvideo maken met PSV en dat ga ik dit jaar doen. Of die wil ik dit jaar, wat wil je dit jaar nog doen? Toen zei ik een kampioensvideo maken op het Stadhuisplein met PSV. Ja. Dat zei ik, dat is een beetje hetzelfde, maar dan indirect natuurlijk. Maar die kun je niet zo terugkrijgen. Ik moet zeggen, dat nu de kampioensvideo van vorig jaar van Feyenoord... Met onze medebankzitters Mattie en Koen was echt geniaal. Die was geniaal, ja? Ja, die hebben de hele... Daar ga je niet overheen waarschijnlijk. Daar ga je niet overheen. Want ik wilde eigenlijk zeggen, want jij bent dan de PSV-man. Ajax heeft... Ajax? Koen Weiland, denk ik. Nee, ja, het is gewoon een oprechte vraag. Bankzitters. Nee, maar als vlogger. Nee, maar gewoon niet. Ja, weet het, Ajax heeft 2 e-sporters en Koen Weiland is dan een beetje de maatschappelijke figuur van Ajax. Maar ze hebben niet een vlogger, zeg maar. Nee, maar die heeft tijdens de Europa League wel heel veel gevlogd ook in Stockholm. En, ja, maar niet voor Ajax, maar voor zijn eigen kanaal. Voor zijn eigen kanaal. Maar ja, zijn eigen kanaal is Ajax, mijn eigen kanaal is geen PSV. Nee, klopt. Ik bedoel... Nou, bij hem ook niet hoor. Dat vind ik ook... Nou goed, en Feyenoord hebben die wel... Die zijn mee bezig, ja, die hebben bijna 2. Mattie en Koen. Mattie en Koen, zeg ik. Mattie en Koen. Die hebben vorig jaar al een video gemaakt.
De kampioenschap op de Coolsingel. Echt geniaal, moet je maar eens kijken. Gaan ze vragen waarom... Maar van zichzelf uit of ook vanuit Feyenoord? Dat soort dingen. En allemaal tegen Bilal zeggen... Oh, laatste vier wedstrijden speelde je echt goed. Als je Bilal zo kijken, speelde de laatste vier wedstrijden helemaal niet. Maar wij hadden het toch wel zo over gehad, over Baco Ari. Dat hij helemaal niet van Baco's houdt. Ja, dat zegt hij zelf dat dat niet is. Maar hij is toch een keer... Heel foto dan doet hem Baco Ari. En wist je nog dat vorig jaar bij de... Of dat was dit jaar, bij de release party van Destiny 2... kwamen we Jet Stoorstra tegen. Die stond eigenlijk bitterballen te vreten en bier te zuipen. Oh ja, geweldig toch? Dat mag toch ook, vind ik. Het was gewoon op een maandag of zo. Tussen zondag had ik gespeeld. Ja, supermooi. Oké, maar waarom heeft PSV voor een bewuste... Want Feyenoord doet het nu dus ook. Die gaat het doen, ja. Maar zijn jullie dan ook wel eens benaderd door Ajax, of dat niet? Nee. Nee, ik wel, nee. Ajax is qua dat volgens mij ook heel erg koppig. Qua wat ik ook merk met e-sports en zo. Ze pakken het mega serieus aan. Ja? Maar nog wel steeds op de Ajax-manier, zeg maar. En dat is? Opnieuw leren e-sporten, als hij bij Ajax komt. Nou ja, redelijke arrogantie. Maar dat hoort daarbij volgens mij ook, toch? En dat is gewoon Amsterdamse arrogantie. Eerst vier jaar op Vimeo en dan precies. Dan mag ik pas op YouTube. Nou ja, zo wordt het ook aangekondigd. Kijk, Koen Weiland, ik mag Koen heel erg en dat is een hele goede vriend van mij. Maar hij was in 2010 was hij kampioen FIFA ter wereld. Ja. Maar die wordt dan aangekondigd als de wereldkampioen FIFA. Maar dat was in 2010. Maar dat was in 2010, zeg maar. En zo werd hij aangekondigd. Ja. En zo gaat Ajax ook met die cijfers om. Die heeft tijdens de presentatie gezegd... Dat was ik erbij. De aankondiging van Koen Weiland heeft 160 miljoen mensen bereikt. Ja, 90 miljoen. Of 90 miljoen mensen meer bereikt. Dan Ziyech. Meer dan de aankondiging van Ziyech. Nou, dat is natuurlijk bullshit, want dat is niet zo. Nee, maar hoe komen ze op die cijfers dan? Ja, dat is toverig met cijfers. Dat gebeurt bij elke club volgens mij heel erg. Dat is toch ook het idee, als Raoul iets op zijn YouTube plaatst, dan bereikt dat niet 260.000 mensen. Hij heeft 260.000 volgers, maar zit de dubbele tussen. Dat weten we allemaal. Ja. Maar als je zo gaat rekenen, dan komen we zo ook de miljarden in. Ja. Maar dat is met al die cijfers. Ik heb uit het nu al hebben nog minder kijkers. Ja. Hey, want je kijkers, dat is echt. Oh, oké. Nee, maar dat is uiteindelijk, en dat is waar media gewoon natuurlijk een slag in slaat. Goed, dat is met alles zo. Dus met radio zo, met kijkcijfers en met televisie is dat ook zo. Met kijkcijfers wordt allemaal zo berekend. Maar zo hebben zij dat aangekondigd en zo presteren zij dat nog steeds. En ja, zo worden heel veel nieuws. Weet je wat dat mooie cijfers bij Ajax? Zeg maar dat is altijd mooi. Dan ben je in de arena en dan ben je bij Ajax Roda geweest. En dan zitten 20.000 man in de arena. En dan kom je bij de persconferentie en dan zegt de perschef... wij verkochten vandaag 49.000 kaarten. Ja, maar natuurlijk. Maar zo werkt dat. Maar doen zij dat ook op dat online gebied. En dat is aan de ene kant... Moet Koen Weiland nu oppassen, zeg maar, dat hij... Want hij was heel... Ik vind, als ik heel eerlijk ben... Ik vind dat Ajax te weinig doet met Koen Weiland. Want Koen Weiland kan ik zeggen... Die doen heel weinig met hem. Ik vind Koen heeft ook commentaar bij de Eredivisie. Koen is denk ik de meest talentvolle jongen die daar rondloopt bij Fox. In de manier waarop hij commentaar geeft, hoe die voor de camera is en achter de camera is. Wij krijgen door het chat. Onze eigen Freesia, die is natuurlijk de Ajax-vlogger. Met de Ziggo Cam. Ja, dat ook. Ja. Die doet alleen dat met ook. Vrouwen of zo. Maar dat vind ik wel raar, want zij doen dan de Ziggo Cam. Maar dat doen ze dus met twee of drie camera's, draaien ze dat. Ja, ze zeggen vloggen en dan zie je hoe... Ja, ja, dat is dan weer geen vlog. Nee, dat vind ik dus ook. Dat is waarom. Dat is hetzelfde als media die ons vloggers noemen. Omdat wij wel eens een vlog maken. Wat vonden jullie van het Twitch-record gisteren dan? Met Reek en dingen van Ninja. Ik lees letterlijk gewoon de vraag. Ja, wel ziek hoor. Ja, dat is echt goud. Maar dat heeft niks met voetbal te maken. Nee, dat heeft niks met voetbal te maken. Was het Fortnite? Ik zag Fortnite. Speel je dat ook? Nee, maar Jesse naar Joep toch? Ja, precies. Ah, ja. Ja, dat is mega bizar. Een super populair spel. En een streamer die in de twee maanden tijd de beste van de wereld is geworden. Die ging livestreamen met Drake. Drake die wil een potje met hem spelen. En toen heeft dat de record gebroken voor het meeste aantal kijkers tijdens een individuele stream. Dus dat. 640.000. Bijna net zoveel als FC Afkikken. Een nieuwe vorm van campagne. Hey, kijk eens Jordi, voor jou. Hey, top. Laat even naar kijkers zien wat je hebt besteld. Laat even zien. Nee, dit moet ik even een zootje geven. Dit is Veto Wonen Magazine. Je hebt een huis gekocht, toch? En dit is eigen huis en eigen huis interieur. Nee, ja. Voor wie heb je dat gekregen? Armando de Boer. Dat is een volger van mij op Twitter. En ik was op zoek naar magazines. En die zei, ik werk bij de uitgeverij. I got you. Ik zat van de week... is mijn vrouw heel blij. Wat een pakwerk, zeg. Maar klopt het ook dat het hier besteld gaat worden? Of dit was wat Vlassie van de week stuurde? Dat er dingen van iets van meubel of zo. Dus, Gasten, je hebt wel wat te kijken. Godverdomme, man. Maar goed. Dan worden lekker een paar avondjes met je vriendin op de bank lekker bladeren. Ik wil een moodboard maken. Ja.
What the fuck? Proef je de sfeer van echt. Ja. Mensen voelden zich oud in de chat trouwens. Waarom? Ja, gewoon omdat het over dingen gaat die ze waarschijnlijk niet weten. Maar, was dat met Drake? Was dat gesponsord? Drake vond het gewoon hard om een keer met hem te spelen. Ja. Zijn we nog wel... Ja, okay. Ja want die gast zei nog van... Hé, hey, we kunnen een Twitch call verbreken. We kunnen een Twitch call... Nee, er waren wat mensen die hadden commentaar op ons. Ja, daar ben ik dan een beetje klaar mee. Ja. Gelezen? Jean-Paul voor de mensen die het niet lezen. Shout-out naar Toto. Ik vond het heel vet, maar ik ben altijd heel bang tegenwoordig. En bij 6 maanden per jaar op vakantie. Heel stof is dat het dan nu gewoon sponsort is. Lijkt me niet. Nee, dat was niet. Er werd weinig gesponsord. Maar Koen Weiland dus meer meedoen, Ajax? Nou, hij is gewoon heel goed voor de camera. Echt goed. En achter de camera ook. Geweldige gozer. Ja, heel erg. Maar qua resultaten moet hij het niet hebben van e-sporter. En daar is hij zelf ook heel eerlijk in. En ik denk dat... Ja, dat het zonde is dat iemand met die talenten er niet voor wordt gebruikt bij Ajax. Over fascinerende cijfers gesproken. Ik zag vorige week een screenshotje van 4-3-3 op Instagram. Hè, want jullie hebben natuurlijk ook veel bereik, denk ik, op Instagram al. Ja. 787 miljoen views in 1 week. Ja, als dat er staat. Ik vind dat bij mij ook altijd staat bizar veel. Dan denk ik, hoe wordt dat berekend? Maar ik weet wel, je hebt bereik en je hebt weergave. Ja. En als iemand zeg maar 6 keer over je... Dat waar je ook zes keer over je foto heeft gesproken, dat was 6. Laat het 700 miljoen zijn. Ja, dus dat is alsnog fysiek, dat bedoel ik niet. Ja, maar dat is toch bizar. Maar dat eigenlijk is ook... een merk, eigenlijk wat is zeg maar in de bestaande mediawereld. Want het is niks, het is geen website iets. Ja. Nou, ze hebben wel een website, maar daar doen ze eigenlijk niks mee. Het is gewoon een Instagram-kanaal. Maar dat is wel... Zij posten natuurlijk ontzettend veel. Dus zeg maar, waarom het zoveel is wel logisch te verklaren. Als jij 10 keer post en dan kijken 10 miljoen mensen naar alle 10 die post... dan heb je wel 100 miljoen bereikt. Terwijl dat je maar 10 miljoen unieke mensen brengt. En dan ook nog mensen die er misschien 4 keer overheen mensen gaan. Die er 4 keer... Dus dan heb je met 100 miljoen kun je goed maar 2,5 unieke mensen bereikt hebben. Dat blijft natuurlijk ontzettend veel. Maar wederom met dat toveren met cijfers. Maak je getallen wat kleiner. Het is super indrukwekkend. En kudos naar hen. En heel knap dat ze het zo hebben opgezet. En ja, ook omdat er nooit een herhaalfactor in zit. Nooit hetzelfde filmpje. En ze zijn altijd een van de eerste die het posten. Dat is ook krachtig. Of was dat sarcastisch? Wat bedoel je? Natuurlijk was dat sarcastisch. Dat weet ik niet. Ik kijk het nooit. Ik volg het niet. Nee, ik weet alleen dat ze regelmatig content stelen. Hebben ze van mij ook een paar keer gedaan. Ja, dat wel. En tegenwoordig doen ze het, in ieder geval wat ik nu zie. Ja, maar het feit dat je rechts onderin je logo plakt, dat maakt het nog niet uit. Nee, zeg maar... Maar ze zijn wel altijd als een van de eerste erbij, toch? Ja, dat is toch hun kracht, zeg maar. Ja, maar misschien is het nog steeds stelen, maar is nu wel mijn bronvermelding. Waar de video vandaan komt. Okay. Ja, dan moet ik op YouTube proberen en dan heb ik een claim aan mijn broek, hoor. Ja. En 3 keer claimen en ik kan mijn kanaal opdoeken. Dus wat is dan? Dus als ik nu 3 keer een claim neerleg? Dus als jij met z'n 3 een claim neerlegt, ben je klaar? Maakt het nog... Nee, het moet wel geldiger zijn. Ja. Heb je enig idee, maakt het nog uit zeg maar, met het algoritme van Instagram tegenwoordig... dat of je snel bent of niet, omdat het feit dat... Vierde nieuwe top gepusht. Ja, daarom hebben we een gigantische achterban met heel veel volgers. Maar ze zijn daar op een manier gekomen. Ja. Maar inderdaad, dat klopt wel. Maar nu ze er eenmaal zijn, maar je moet er wel blijven natuurlijk. Dus ik denk dat ze nog steeds een van de snelste altijd zijn. Ja, ik zei ook volgende. En ik vind die cijfers over nog voetballers gesproken, die gewoon wat hun carrière of tijdens hun carrière zijn gaan doen. Ja, is het wel gewoon heel knap. En kijk, net zoals Baller, ik vind het echt verschrikkelijke kleding. Echt verschrikkelijk, ja. Ja, ik vind het gewoon echt heel lelijk. Maar hij heeft er dus wel een heel goed model voor gevonden. Ik vind het echt knap. Ja. Ik zie het niet meer in het straatbeeld, maar het wordt nog steeds verkocht, denk ik. Ja, echt je ziet heel veel, ja. Ik weet nog, toen het net begon, zag je op elk festival zag iedereen met ballen lopen. Ik weet, Di Maria was een van de eerste bij Real Madrid of zo die een keer ermee liep. Met zo'n ballershirt. En nu zie je het steeds vaker, weet je, dat voetballers het dragen. En Fernando Torres is hun officiële gezicht geworden. Oké. Van baller. Dat wil je. Maar het is wel, ja. Nee, ik vind dat toch gewoon een gevaar, weet je wel. Al die voetballers zijn allemaal hun eigen kledinglijntje aan het opzetten. Of de pitch, ballers, zo kan ik er nog wat team opnoemen. Ik wil nog wel zien of die over 3-4 jaar allemaal nog zeg maar er zijn. Ja. Nou, 4-3-3 en Baller hebben natuurlijk een prima 1-2'tje gespeeld. Net zoals die gasten van dat horlogemerk die bij 4-3-3 altijd Bonnehefs of niet? Tyrock. Tyrock. Die bedrijven hebben een prima 1-2-3'tje gespeeld. Maar Bonnehefs is 1-2-3'tje? Het zijn alle drie hetzelfde. Ja. Het is dezelfde eigenaar. Is Tyrock ook onderdeel van? Ja, denk het wel. Alles is hotels.
Hotels, at Hotels. Ja, One Halfs ook. One Halfs. Want ik ben toen in Engeland, toen met Icardi, daar was iemand van 4-3-3 bij, maar die was van One Halfs. Ja, die was in plek van... Die was in Raoul's plek. Die mocht Icardi in. Nee, die was met Aubameyang. Ja. Maar jij denkt dat het tijdelijk is. Met Icardi, ja, heeft er niks mee te maken, maar... Ja. <Dat ben ik. laughs> Ja, ik denk dat het de trend is. Ik wil nog wel zien of Baller over 2 jaar nog zo... Hebben ze vast voor iets anders. Ja, dat is toch ook het hele ding van Demi. Zijn strategie is gewoon, hij doet niks gratis voor iemand... Ja. Nee, jawel. Heel veel mensen krijgen gratis dingen, maar hij betaalt nergens voor. Hij betaalt nergens voor, dat is het. Ja. Ja. Dus mensen krijgen wel kleding toegespeeld en nieuwe dingen en dat soort dingen. Maar wat ik veel interessanter vind, is dat zij eigenlijk vanuit een Instagram-kanaal nu gewoon echt een mediamerk gaan worden. Ja, ze zijn nu langzaam naar YouTube gegaan, maar dat, voor mij killen ze dat ook weer. Dat heb ik al eerder. Is dat al begonnen? Ja. Ook in Nederland al? Ja. Ik heb daar een keer iemand van gehoord. Die heeft gezegd van, dan mag je nog niet door. Maar dat zegt al een jaar geleden of zo. Okay. Dat hij zei het, ik niet. Claim. Nee, jij hebt het gezegd. Dat is het. Dat was een jaar geleden. Dat was een jaar geleden of zo. Dat was dat idee. Maar ik weet niet of is dat ooit van de grond gekomen? Ja, bestaat dat mij, ja zeker. Ze hebben het met Balotelli gedraaid. Ik weet wel eerst dat er een partij aangekoppeld zat. En dat het echt totaal was mislukt. Dus volgens mij, als het nu succesvol is, weet ik wel heel zeker dat het niet hun eerste poging was. Ja, maar niet dat uitmaakt. Dat maakt niet uit. Dat is natuurlijk het verschil, hè. Van, uiteraard de credits en knap en dat soort dingen. Maar er zit natuurlijk wel een bepaald vermogen achter die gewoon volle bak erin gaat. Ja, hadden wij dat maar, Fef. Ja, maar 4-3-3 is ook niet begonnen op Instagram met @4-3-3. 4-3-3 heeft een account gekocht met ik weet niet hoeveel duizend volgers. Nee, maar voor mij is het juist anders gegaan. Ze hebben heel veel volgers gekocht in het begin. En die zijn toen, weet je, toen er was een dag dat Instagram al die fake accounts eruit heeft gegooid. En toen zijn zij echt gehalveerd of zo. En vanuit daar weer zijn ze weer verder gegroeid. Tuurlijk, maar het is natuurlijk het grootste klap is opgevangen door heel veel voetballende vrienden te vragen van volg ons. Want dat was, ging in het begin knijterhard. Dat je ineens dacht, bij praktisch elke speler van Galla die ik volgde, daar keek je. En dat volgde ze 4-3-3, out of the blue. Ja. Raoul, er zet ongeveer iemand bijna een pistool op mijn hoofd. Van je mag Azamer... Zeg AB tegen Roely dat het de real deal is, PES. Ja, ik heb nog nooit PES gespeeld, dus het zat prima. Kom op hier, zeg het. Jongen, ik doe het voor jou. Ik kan ook gewoon vragen, Niel, wil je het zeggen, maar... Dat is nog op YouTube te vinden, krijg je een Jantje met PES. Ah. Zo, ja, zeker. EK 2016, ja, zeker. Vandaag kan ik nog niet spelen. Okay, ondertussen een hele goede... Jean-Paul, moeten we je helpen of met de discussie in de chat? Nee, maar kijk, er zijn mensen in de chat die vinden van alles. En dat mag altijd, dat waarderen we ook, die feedback. Maar dan ben ik niet bemoeid de moeilijkste om hier een beetje webmaster te spelen. Ja. En een beetje te reageren op de mensen. Ja. Dus dat is mijn rol momenteel. Oh. Kan ik een beetje opruimen. Okay. Maandag FC Buitenland, Legend programma. Heel goed. Yes, lekker. Legend. Leuk dat je dat zelf neerzet, Jordi. De Toto-voorspelling. Spannend tot de laatste minuut bij Toto. En wat een verschrikkelijk mooie vormgeving. Niemand heeft hetzelfde. Ja, dit is wel echt... Eigenlijk een goede foto. 2018, lekker man. Fotoshootje gehad bij Toto, nieuw fotootje, lekker hé. Krijgen wij er ook nog voor betaald? Oh ja, dat was al geregeld. Monaco gaat winnen van Lille. Dan Excelsior ADO is het 3 keer verschil. Nu zeg je Excelsior. Nu zeg ik Excelsior. Oh, dat zat Tom net, sorry. Jij zei net gelijkspel. Oh nee. Ton zat hier net. Oh. En dan Go Ahead Eagles, Telstar. Telstar, dat zei ik ook. Hup, Witte Leeuwen, hup. Die zijn van mij. We hebben alleen... Ja, ik had het. Kijken, ik denk, wat is dit nou weer? Maar dit is mijn voorspelling. Mag ik dat niet zeggen? Ja. Wat heb jij tegen Go Ahead? Alles. Zet geen Witte Leeuwen. Alles? Ja, zeker. Ook gezegd. Hup, ja, Leeuwen 3. Hij wil even iets aandragen, hoor. Hup, Mike Snoei. Hij wil even iets aandragen. Nee, hij vroeg eerst naar mijn voorspelling. En toen zei ik, ik ga voor Telstar. Ik heb niks met Go Ahead. Ik vind dat niks. Dat mag toch? Je hebt toch soms een club. Zeker? Ik heb daar niet eens zozeer een reden voor. Ik denk dat iedereen heeft dat wel bij een club. Ik heb Marode. Ja, bijvoorbeeld, daar heb je gewoon. Ik moet er zo ook nog met jullie iets over hebben. Ik kan een hele discussie met mijn aanstaande vriendin. Aanstaande vriendin? Wie dan? Bestaat er nu ook al? Morgen is het officieel. Ze kijkt, godverdomme, nou is het geen verrassing meer. Het is gewoon, die ken jij niet. Ik kan wel zeggen wie dit is, maar... Maar daar ging je niet over. De aanstaande vriendin? Ja, dat is vanaf morgen is het officieel mijn vriendin. Maar hoezo is dat? Hoezo weet je het nu al dat van was morgen... een challenge. Omdat het eigenlijk al 2 maanden zo is. Liefde van het eerste gezicht. Maar morgen is mijn ouders ontmoet en ik heb die verhaal ontmoet. Dus dan kan je er niet omheen. Hey, maar je had toch...
Ja, dat is in december uit. Opeens wat een heel raar programma dit. Dit is zo, heel gek. Het is wel awkward. Het is wel heel gek. Wat om mee? Maar yo, ik dacht, Ilo doet er gewoon een grap of zo, maar het is gewoon echt een nieuwe. Maar gooi even die discussie erop, want ik heb gisteren heel lang met jou over gehad. Okay. Ik zat Chelsea Crystal Palace te kijken. Met haar? Nou ja, het stond aan, toen kwam ze binnen en zei ze, voor wie ben je? Ik zei, nou, ik ben eigenlijk voor niemand. Blauw. Nee, ik ben eigenlijk voor niemand. Maar zij is dus van mening dat je nooit neutraal kan zijn in een wedstrijd. Ik ben het daarmee eens. Dat je altijd een voorkeur hebt. En zij zegt van, ja, oh, is het niet met dinges, dan is het wel met kleur van het shirt of zo. Ja. Nou, dat vind ik dan iets je minder. Hebt altijd, is, vinden jullie dat zo? Ook al een lichte of een zware voorkeur, maar er is altijd een voorkeur. Ja, maar je verzint ik heb dat dus echt, iets. Ik heb dat nooit. Ik heb altijd een financiële voorkeur. Ja. Als je bij Toto hebt ingezet. Ja. Ja. Ik heb geen feelings bij een van beide clubs. Maar het ene jaar spelen bij Madrid vetter spelen. Ja, precies. Dat zei ik ook. Het hoeft niet zozeer de club te zijn. Ja, maar een Mainz tegen Keulen of zo. Zo. Mijn microfoon stond uit, dat was voor iedereen beter. Maar wat ik dus net zei, is dat soms... Nou, dankjewel. We gaan door. Ja, bij Mainz Keulen heb je dat ook wel eens. Dan zie je één speler en denk je, oh, vet kapsel. Maar het kan toch niet... Zeg maar, was Chelsea Crystal Palace? Ik val die wedstrijd in op het moment dat het 2-0 was voor Chelsea. Denk je even, ja. Wat is je punt nou? Maar dan zeg je, ja, maar oké. Dan zet je de wedstrijd af. Dat zei ik ook. Je zet hem aan, dan zie je 2-0. Dan denk je, of ik hoop dat Chelsea er nog 6 maakt. Of je hoopt, ik hoop de Crystal Palace. Of denk jij, ik ben Raul, ik hoop helemaal niks. Ja, maar dat heb ik. Maar dat geloof ik. Dat zei ik. Als het zo is, dan zet je hem toch uit? Nee, maar je kan ook niet zitten kijken. Want ik wel, Raul, je kan kijken, heb je er iets van. Ja, tuurlijk. Weet je, een wedstrijd wel naar kijken, maar je hebt altijd een voorkeur. Ja. Al is het een hele lichte. Dank je wel. Nou, einde discussie. Ik had gedaan. En maak nu even bekend aan de kijkers en even afkijken wie je nieuwe vriendin is. Lieke. Lieke. Maar ik volg meerdere Liekes op Instagram, dus ja, welke dat is nog helemaal geen zin. Verwaai je innerlijke Linda de Mol. Innerlijke Linda de Mol? Ja. Oké, okay, prima. Hij is altijd zo open. Ik heb weer Witte Leeuwen, Jan. Witte Leeuwen Jan. Witte Leeuwen Jan, ja hallo, hier ben ik. Heb je het interview gezien met onze Lars van Velsen met Novakovic? Ja, Novakovic. Oh, dat de Amerikaanse serf van Redding die nu op huurbasis bij Telstra speelt. Heb je gezien dat hij die Leander een DM heeft gestuurd? In het Engels. Het kan ook in het Nederlands. Lars. Ik zeg nog in de chat tegen hem, het is een Nederlander die daar woont. Maar goed, ja, Lars is bezig. Dit is een special dit is band. Nieuw. Laten we hiervoor gaan zitten. Hé, hey, Feffi, wij gaan samen deze zetten. Nooit. Nee, wij gaan hem anders zetten. Nou, deze, als je deze zet, krijg je 9 keer uitbetaald. NEC winnen bij Cambuur in Leeuwarden. De Graafschap thuis winnen van Jong Ajax. En Fortuna... Respeur? Nou, kijk, ik wil even wat zeggen. Want we hebben dus van de vrienden van Toto... Ja. Moet ik het even erbij pakken. Even kijken, van Broes. Hebben we wat er tot nu toe is ingezet. Oh, zeg maar percentages. En er wordt ons geadviseerd hier om de Graafschap in te zetten voor deze bet. 60% van de Toto-spelers zet in op Jong Ajax. En NEC is een veilig bet als je meegaat met de menigte van de Toto-spelers. 85% denkt dat NEC wint. Uit bij Cambuur? Ja. Maar dit is dus een aanbevolen ding. Ja, nee, dit is gewoon Lars die thuis zit en die denkt... Combi. Ja, Lars maakt de special bet altijd op vrijdag. En die dacht vandaag laat ik deze... Ja, die wil gewoon mensen geld aftroggelen. Ja, hij kan wel. Weet je, hij kan altijd. Hey, dat is het idee. Bedoel, hij is niet zo erg voetbal, joh. Hey, maar hij is niet zo raar, zeg maar. Nou, ja, jong Ajax gaat heel raar. De eerste twee lastig en die laatste die klopt wel. Ja. Nou ja, is ook uit. Is ook gewoon lastig. Oké. Okay. Ja, dat zou ik eerder op de vier Champions League wedstrijden doorzetten op wie er doorgaat. Nee, maar, ik ga niet zeggen wat ik wil. Het is altijd wel eentje of verrassing. Nee, zeker niet. Tuurlijk. Maar we gaan wel zo zetten. We gaan wel een special bedje zetten. Die zetten we ook even op Twitter. Nee, we moeten gewoon elke week... Hij moet dan ook vertrouwen in de vrijdagmiddagborrel. Zet deze dan even in. Straks om 7 uur zetten Vef en ik nog een andere. Alle wedstrijden van de Jupiler League. Doe nou niet. Plus 2,5 goals. Lukt het een keer... Zo'n avond. Ja, lukt het een keer niet, lukt het niet. Heel goed, dankjewel. Wat wil je zeggen, Jan? De tune loopt? Ja, ik ben iemand nog de expected goals van Toornstra verschuldigd. Ja? Ik ga naar huis. 6,9, heeft er 7 gemaakt. Doe het prima. Lekker. Door die mandarijnen. Door die mandarijnen en de bitterballen. Heel goed. Rutjes, 0 ook. Hij heeft altijd mandarijn als hij bij ons in de show is. Hey, Neil, dank. Ja. Volgende keer met vriendin. Lachen. Ze is fijn in orde. Kijk, dat is altijd goed. Nou, er zitten er 2 op de bank die dat heel leuk vinden. Dan was ik al niet op de gevallen. Goed. Ja, je kan er niet tegen ingaan, Rob. Mijn vriendin van PSV. Veel plezier met de kampioensvlog. Ja, dankjewel. Mochten ze nou geen kampioen worden en je buurman wordt kampioen met Ajax, ga je dan mee in Fefse vlog? Nee, dat kan ik niet maken. Ik wil best langskomen dan hier.
En nou, trouwens ook niet. Wil je Vef dan, wil je Vef dan advies geven over de Ajax-vlog? Ja, dat wel. Kan jij dan niet skypen vanaf straat hem dat weekend naar de show? Stil hier in Eindhoven. Hey, dat was vorig jaar was dat bij Ajax, 2 jaar terug. Ja, ja. Hey, jullie hebben wel een keer die car gehad. Toch die klaar stond? Nee, een keer bij de beker. Ja, dat is al, hadden ze al iets opgebouwd. Ja, maar dat ontkwam hij niet aan. Nou, dankjewel voor het verpesten van het verhaal. Jean-Paul, supergoed. Superleuk. Tom, hopelijk dat het Reinier Robbenmond effect verder duurt daar in Tilburg. Jan, dankjewel. Komende zondag, Michiel de Hoog. Uitgebreid over de nieuwe trainer van Heracles. Is de gast. En Bas Nijhuis. Onder andere over de kritiek van Dick van Egmond over... Pak hem even aan, hè, want absoluut ik ben niet echt klaar met Bas. Ja, nou... Zit Jordi erbij? I promise you. Ja, net zoals toen met Lars Veldwijk. Leuk dat hij, en ik heb nog nooit met Bas naar huis gezeten, dus zondag... Hij is een wolf, ga je nou naar me zitten wijzen? Hey. Je weet precies wat ik bedoel, Engert. Hou de flessen wij maar erbij, hoor. Ga maar voor Bas, want Bas kijkt nu. Hey. Ja. Zie je mij nog? Ik jou wel.